Dames en heren, welkom. De raad is compleet en de tribune is tamelijk vol. En dat is goed, want des te meer mensen aanwezig, des te belangrijker klaarblijkelijk is het waar we het over hebben. En zo hoort dat. En ik heb hiermee de vergadering geopend. En dan gaan we over tot het één aanmelding ontvangen. Dat is mevrouw Te Woerd namens de werkgroep Typisch Dalfsen. En het college van kerkraadmeesters, als ik het goed heb. Mevrouw Te Woerd, u krijgt het woord. U moet op de knop drukken. Er zijn hele discussies te zijn geweest met u over hoe lang u mag spreken. Maar ik zal het u nog één keer vertellen. 5 minuten. Ja. Dat zijn er 5. Ja. Goedenavond, voorzitter, en raadsleden en andere aanwezigen. Ik krijg 5 minuten voor een ongelofelijke berg werk, wat een heleboel mensen hier verzet hebben. Maar goed, ik doe mijn best. Een belangrijk agendapunt vanavond is het centrum van Nieuw-Leuzen. Maar toch zijn wij zo vrij om vanavond ook de aandacht te vragen voor het centrum van Dalfsen. En wel het oude centrum, het oorspronkelijke centrum, de kerk en het kerkplein. Wie ben ik? Ik ben, dat ben net aangekondigd, en ik sta hier namens een aantal omwonenden van het kerkplein, namens het college van kerkrentmeesters en namens de verenigingen die de werkgroep Typisch Dalfsen vormen. En dat zijn Ondernemend Dalfsen, de Historische Kring, Plaatselijk Belang Dorp Dalfsen en Vrienden van Dalfsen. Vertegenwoordigers daarvan zitten achter mij. Zoals u wellicht nog weet, stond er in de visie Typisch Dalfsen, die in januari 2013 aan u gepresenteerd is, een hele belangrijke opgave. Maak van het kerkplein het kloppende hart van Dalfsen. De werkgroep Typisch Dalfsen is hiermee aan de slag gegaan en is in gesprek gegaan met omwonenden van het kerkplein en met het college van kerkrentmeesters. Wat bleek? Iedereen wil heel graag dat er werk gemaakt wordt van het kerkplein en dat het een levendig plein wordt. Een plein waar je naartoe getrokken wordt en een plein waar je een kerk waar je heel graag een rondje omheen zou willen lopen. Ideeën genoeg. Maar wat betekenen die ideeën nou? Wat betekenen die nou in de ruimte? Welke ruimtelijke consequenties, maar vooral ook het plaatje bij het praatje. En we hebben Alexander Bijl, landschapsarchitect, hebben bereid gevonden om dit samen met ons in te gaan vullen en de ideeën die er leven, om die vorm te geven. Hij heeft dat gedaan in het kader van zijn masterstudie voor landschapsarchitectuur. We zijn een proces ingegaan met z'n allen en in een viertal avonden hebben we elkaar verteld wat we belangrijk vinden aan het kerkplein. Hoe zou een toekomstig kerkplein eruit zou moeten zien, hoe zou kunnen zien en hoe zou dit moeten functioneren? En daar is een ontwerp uitgekomen dat we vanavond graag aan u willen presenteren. De kerk, ja? Oké. De kerk heeft een bijzonder grote invloed op haar omgeving, zowel fysiek als emotioneel en symbolisch. De kerk wil midden in de samenleving staan en heeft daar haar invloed op. Dat wordt op een paar manieren benadrukt in dit ontwerp. In de eerste plaats, de kerk staat op een zandlaag. Dat is nog eens benadrukt door de kerk op te tillen min of meer. Het maaiveld wordt opgehoogd en er komt een rand omheen van Bentheim de zandsteen. In plaats van het huidige muurtje heb je dan een rand, een muurtje waar je op kunt zitten. Nog een klein historisch aspectje. Die Bentheimer zandsteen die werd vroeger over de Vecht naar het westen vervoerd. Dus dat is een leuke bijkomstigheid. Daarnaast een tweede aspect, de ellipsvorm. De kerk is in de ellipsvorm en als je een steen in het water gooit, krijg je daar kringen omheen. Dat is in dit ontwerp terug te vinden. De rand is als een ellips rond de kerk. En die wordt doorgezet in de blauwe rand, dat is de brede afwateringsrand. En in het meubilair en de bestrating en de aankleding van het plein. De kringen maken de omgeving met het dorp Dalfsen.
De ellipsvorm is trouwens ook terug te vinden in de blauwe bogen. En Alexander Bijl heeft dat ook nog eens ontwerpt in de afwatering, verwerkt in de afwateringsschoot door daar bogen in te maken, daar waar de gaatjes moeten zitten. De kerk in de samenleving ook verbeeld door meer verbinding te maken tussen het plein en de toren, meer openheid. De bomen rond de kerk zorgen voor een groen hart. Maar door enkele bomen aan de voorzijde van weg te halen, ontstaat een beter zicht op de toren en zijn plein en toren meer met elkaar in verbinding. Mevrouw Ter Woerd, ik ga u nu onderbreken, want u heeft nog echt 20 seconden. En u gaat het hele rapport voordragen hier. Oh. Dat hoeft niet. Weet u, want de raadsleden kunnen dat toch straks, neem ik aan, tot zich nemen. Dat rapport wordt er overhandigd ook. Ja. En volgende maand hebben wij volgens mij de centrumvisie op de agenda staan. Tenminste, dat heeft de agendacommissie zo bepaald. En ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Dus in die zin is ook het moment waarop het wordt ingediend, is een prima moment. En dan kunnen we het er ook nog een keer over hebben. Dus ik vraag u toch om zo snel mogelijk naar de afronding te gaan. Ja. Ik wil nog even aangeven dat een aantal punten die de mensen wel belangrijk vonden, is dat je ook podiumactiviteiten rond die toren kunt houden. En er zijn natuurlijk een hellingbaan, waterelementen, speelelementen, al dat soort zaken vindt u terug in het plan. De leilinders zijn verwijderd, die verbergen nogal wat mooie geveltjes. En verminderen het zicht op het plein vanuit die geveltjes. Dus die zijn verwijderd. Dus wat er nu ligt is een ontwerp van een plein met een gebied rond de kerk waar meer reuring mag komen. Geschikt voor terrassen, speelvoorzieningen, kunstuitingen, pop-up, horeca enzovoorts. De auto's zijn er niet uit verdwenen, daar wil ik toch wel even iets over zeggen. Het is autoluw. Dat is dus typisch een verhaal wat past in de centrumvisie. En waar we heel graag met u over willen praten. En de alle belanghebbenden willen daar graag in meedoen. Wij hopen in ieder geval wel dat we u nieuwsgierig gemaakt hebben. We bieden de voorzitter aan de raad graag dit ontwerp aan. In de vorm van een taart. En we hopen dat u dit met plezier gaat innemen, evenals het rapport wat alle fractievoorzitters zometeen krijgen. En dat u net als wij het kerkplein wilt gaan verbeteren en hiervan het kloppende hart van Dalfsen wilt maken. Binnen afzienbare tijd. En dat het mag bijdragen aan uw beslissingen rond de centrumvisie en de voorbereidingen daarvoor. Wij gaan daar graag over met u in gesprek. Dank u wel. Ik ontvang die taart heel graag. Ik mag hem, neem ik aan, delen. Dat is wel de bedoeling, ja. Oh, dat is de bedoeling zelfs. Voor. Maar dat vind ik dan wel weer jammer. Maar ik zal hem delen met de raadsleden. Waarbij ik, het probleem natuurlijk wel is dat als je daar een stukje uit eet, dan verander je het plan. Want er verdwijnt er iets. Ja, het is te heel flexibel. Ja, dus, klopt. Dus dat wordt heel spannend. Dank u wel. Ik ga hem in ontvangst nemen. Inclusief het rapport, want u heeft me inderdaad nieuwsgierig gemaakt. Ja. Mag ik een vraag stellen? Is de student die hem gemaakt heeft voor zijn master, is die ook aanwezig? Ja, wil je even gaan staan? Alsjeblieft. En is de master afgerond nou? Nee, ik ben het mee. Stop op de Molenstraat. Meen je dat? Zond. Het ziet er prachtig uit, proficiat. Dankjewel. Ja, en je moet ook op je hoogtepunt stoppen. Ja. Verder met de orde van de vergadering, als u dat goed vindt. Er is een vragenronde voorzien. Maar ik heb begrepen dat daar geen behoefte aan is. Er is in ieder geval zijn geen vragen aangekondigd. Dus ik mag doorstellen van de agenda. En daar ligt het verzoek en ik mag dat als lid van de raad mag ik dat doen. Ik mag dat niet doen als lid van het college, maar als lid van de raad mag ik dat wel doen. Daar mag ik u voorstellen om agenda punt 13, verkoopprijzen bouwgrond, om dat onderwerp van de agenda af te halen. Naar aanleiding van de discussies die daarover gevoerd zijn, onder andere in de commissie, doe ik dat voorstel. Maar ik geloof dat het college het fijn zou vinden, laat ik het zo zeggen. Wilt u daar nog naar aanleiding van iets zeggen? Dat wilt u, meneer Lochtenberg, CDA.
Ja, want wij zouden wel heel graag een paar dingen meer willen geven aan de wethouder. U zou, en zijn dat nieuwe dingen dan de vorige keer? Want ik vond u de vorige keer in de commissievergadering eerlijk gezegd uiterst helder. En ik heb daar ook in, de besluitenlijst het nodig van teruggezien, of niet? Ja, nieuw is dat wij naar aanleiding van de discussie en de dingen die we gehoord hebben, tot een vereenvoudigend voorstel zijn. Oh, dat is altijd goed. Komt u daar maar mee. Graag. Maar dat is, dus, het is nieuw. Dat is het punt wat ik wilde maken. Ja. Graag, meneer Lochtenberg, CDA. Nu. Doet u maar nu. Maar het voorstel is om het van de agenda af te halen en niet om het te behandelen. Prima. Dus ik zou u echt willen vragen om dat heel kort te doen. Als de wethouder het mee kan nemen, zijn wij al is het voldoende reden. Dus wethouder, u hoeft alleen maar te zeggen, ik neem het mee. En doe. Ja, wat wij, naar aanleiding van de discussie en waarbij de wethouder ook al aangaf van gaan wij hier als raad het werk van de deskundigen overdoen. Dat is uitdrukkelijk niet onze bedoeling. Wat wel duidelijk was, is dat die deskundige aantoonde dat de wens die er vanuit de kleinere kernen was tot prijsdifferentiatie, dat die eigenlijk gehonoreerd werd. Dat die ook in de markt waargenomen werd en op zijn waarde getaxeerd werd. Hoe je dat dan precies in moet vullen, dat is een tweede. Met de kennis van nu, waarbij we in de voorbije weken ook demografische gegevens, de demografische voorspellingen gehad hebben. Waarbij onder andere duidelijk is geworden dat sommige kernen wel flink doorgroeien de komende jaren en andere kernen niet. Hebben wij gemeenten rechten moeten doen aan het stuk, aan het voorstel van u. Rechten moeten doen aan het werk van de deskundigen. Maar het dan wel te simplificeren. Dus wel differentiëren wat ons betreft in een laag en een hoog tarief. Een hoog tarief voor de grote kernen, een laag tarief voor alle kleine kernen. Niet één uitgezonderd. Hoe u dat dan exact invult, vinden wij weer wat minder spannend. Als u de differentiatie aan kunt brengen in een hoog en een laag tarief en dat kostenneutraal kunt doen, budgetneutraal kunt doen, is het ons prima. Dus dan zien wij met belangstelling een degelijk voorstel van u tegemoet bij de begroting. Okay. Dat kan bij een meerjarenprognose, denk ik. Hè? Nou ja, bij de MPG. Wethouder van Leeuwen. Ik zal het meenemen, voorzitter. Het is inderdaad een vereenvoudiging, dank daarvoor. Wat u eigenlijk zegt is, zorg voor een budgetneutrale differentiatie waarbij je tussen de kleine kernen in ieder geval geen verschil maakt. Oké, helder verhaal. Gaat u ermee akkoord dat we dan het onderwerp van de agenda afhalen? Ja, dan is dat. Dus daarmee de agenda vastgesteld. Bij de voorbereiding had ik een wat onbestemd gevoel bij deze agenda. Ik weet niet of u begrijpt waarom. Ik had zoiets dat het kan heel makkelijk zijn. Het kan ook heel ingewikkeld zijn. En verschrikkelijk lang duren. Dus ik wil een beetje sturen, als u goed vindt, op het niet overdoen van discussies die we in de commissie hebben gevoerd. Dus met name de onderwerpen die in de commissie zijn behandeld, wil ik u echt vragen, herhaal niet. Er is geen behoefte aan. Zet uw volgende stap, zou ik bijna willen zeggen. In het opererende deel. Dus daar ga ik een beetje op koers. Dat klinkt misschien wat onvriendelijk, maar ik denk dat u het wel met me eens bent. Want anders zou het knap uit de hand kunnen lopen. Dan ga ik naar dat wat... even kijken. Wat akkoordstukken ga ik naartoe. Eerste wijziging bestemmingsplan Oosterdalfse. Daar is nog een notitie nagestuurd. Maar dat was een akkoordstuk. Daar ga ik even van uit. Ik kijk rond. Ja, mag ik met stemming brengen? Dat mag ik. Wie gaat naar een lezing voor? Voor eerste wijziging bestemmingsplan Oosterdalfse in te stemmen met het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid voor het realiseren van een woongebouw van 56 woonzorgappartementen in het plangebied Oosterdalfse, locatie woon-werklocatie, wijzigingsgebied 2. En 2, een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van 4-2 onderin kapwoningen in het plangebied Oosterdalfse, wijzigingsgebied 2. U gaat akkoord? Dat doet u allemaal, met algemene stemmen. Dank u wel. Ga ik naar agenda punt 6, tweede bestuursrapportage. Volgens mij was dat ook een akkoordstuk. Kijk rond, dat is ook zo. Dan ga ik hem in de besluitvorming brengen. Tweede bestuursrapportage 2015 vast te stellen, de tweede bestuursrapportage en in te stemmen met de begrotingswijziging. Conform de tabel op pagina 48-49. In te stemmen met de begrotingswijziging voor de uitgaven 2015. Waarbij de onttrekking aan de reserve plaatsvindt conform de tabel op pagina 39. En tot slot 43.000 van het euro van het krediet openbare verlichting in te zetten voor 2015 in plaats van 2016. En de begroting conform te wijzigen. U gaat allemaal akkoord. Kijk rond. Dat doet u allemaal. De
is dat met algemene stemmen. Dank u wel. Dan kom ik bij agenda punt 7. Waarbij ik nu al tot tegenop kan zien dat er straks moet worden voorgelezen. Want dat is een hele uitgebreide besluitenlijst. Als ik de discussie terughaal, dan hebben bijna alle fracties zich positief uitgelaten over het voorstel, maar een paar hebben hun oordeel in beraad gehouden. Dat gold niet voor het CDA en voor gemeentebelangen, maar dat gold wel voor de ChristenUnie nadrukkelijk. En dat gold ook voor D66, nou eigenlijk voor alle overige partijen. Dus mijn vraag is er iets uit dat beraad gekomen? Zo zou ik willen beginnen. En ik kijk even rond. Meneer Rooijakkers, u had beraad. Ik herinner me ook niet uit de opnames dat iedereen met al deze 7 punten eens was. Maar in elk geval waren wij ook erg enthousiast ingenomen met de visie om er wat mee te doen. Maar we hebben er nog uitgebreid over gesproken en we hebben besloten om een amendement in te dienen. En dat staat ook in de... U heeft dat ook als het goed is, dat amendement. En dat wordt ook toegelicht waarom dat we dat vinden. En... belangrijk punt is dat u zag al op tegen het voorlezen van die 7 punten. Maar de titel van het verhaal is haalbaarheidsonderzoek cultuurhuisconcept. Terwijl die 7 punten in het besluit al een beetje rijp en groen allerlei dingen zijn die er soms met de haren bij zijn gesleept, maar die niet altijd wat te maken hebben met haalbaarheidsonderzoek. En dat is toch wel een principieel punt, omdat we zeggen van, nou, we zijn hartstikke eens met de visie en we willen ook heel graag haalbaarheidsonderzoeken. Maar we vinden het nog wel een beetje vroeg om het geld al uit te geven, terwijl we in heel veel gevallen nog niet eens precies weten wat we willen. En dat zit hier achter. Wat er niet achter zit is dat we zeggen, well, we zijn negatief over de plannen. Maar, first things first, één voor één. Het geld, zou ik zeggen, krijgt u pas als u weet wat u wilt en als wij het ermee eens zijn. En dat hebben we nog niet kunnen zeggen. Dus dat is de achtergrond van het amendement. Want op die punten waar het gaat over de ideeën en de principes, zeggen we van, laten we dat met elkaar vaststellen. Maar laten we dan het college vragen om de plannen uit te werken. En in die zin zijn we ook voor die punten onder die 7 oorspronkelijke, waarin gevraagd wordt voor budget, voor onderzoek en voor projectmanagement, zijn we het van harte eens. Vandaar het amendement. Oké, dank u wel. Dan ga ik even uw amendement voorlezen. Het is bijna even moeilijk, veel werk, zo niet meer dan het voorlezen van de besluitpunten. Dus in die zin heeft u mij niet geholpen. Ja, maar u vraagt mij ook voor een motivering en die staat ook in het amendement. Ja. Ik ga het heel snel doen. Gelet op door het college voorgestelde raadsvoorstel haalbaarheidsonderzoek cultuurconcept nieuw leuzen, waarin een 7-tal beslispunten zijn opgenomen en deze beslispunten niet alleen betrekking hebben op vaststellen van de startnotitie samenkomen tot de kern, maar ook gelijktijdig het nemen van een besluit voor de uitvoering van fase 2 als mede beschikbaar stellen van een krediet van 1,3 miljoen voor de herbestemming van het Rabenkantoor en een aanvullingskrediet van 2,4 miljoen. Voor het nieuwbouw van de sporthal, gelet op het gegeven dat het onderhavig raadsvoorstel meerdere onderdelen bevat waarover binnen de raad van de gemeente Dalfsen verschillend wordt gedacht, besluit. De Raad van de Gemeente Dalfsen het voorliggende raadsvoorstel als volgt aan te passen, waarbij de onderdelen 2, 3 en 4 aangepast worden en de onderdelen 1, 5 en 6 ongewijzigd blijven. 2. En dat is onderdeel 2 wat aangepast wordt. Voor het deelproject realisatie cultures, herbestemming Rabenkantoor en begin te maken met de uitvoering van fase 2 door een krediet van 1,3 miljoen beschikbaar te stellen, hiervoor een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van de kapitaalslasten en deze dekkingsreserve te voeden door een bijdrage van eveneens 1,3 miljoen uit de algemene reserve vrij besteedbaar. Dit krediet pas aan te wenden voor verbouw, nadat op basis van het ruimtelijk programma en afstemming daarvan met de gebruikers de kosten voor verbouw en exploitatie voldoende zijn berekend en de raad zijn voorgelegd ter vaststelling. 3. Kennis te nemen van het rapport Sporthal de Schakel, renovatie of nieuwbouw en pas te kiezen voor nieuwbouw van de sporthal, nadat ook de plannen voor eventuele nieuwbouw van het Agnietencollege bij de Raad bekend zijn en als integraal te investeren plan, inclusief synergievoordelen en exploitatie in de Raad kan worden voorgelegd. En 4. Voor het deelproject realisatie nieuwe sporthal een aanvullend krediet te vragen nadat het integraal plan voor sporthal en eventueel nieuwbouw Agnietencollege bekend is en de kosten- en exploitatieprognose beschikbaar zijn. De indiener, de heer Rooijakkers en de toelichting. Het voorlichtend raadsvoorstel heeft meerdere besluiten in zich, terwijl er alleen voor of tegen het gehele raadsvoorstel kan worden gestemd. De fractie van D66 is van mening dat er bij fracties verschillend wordt gedacht op onderdelen van het raadsvoorstel en zou liever zien dat de beslispunten in het raadsvoorstel afzonderlijk wordt besloten. Nu dat het in het raadsvoorstel niet mogelijk blijkt, wil de fractie
van D66 het raadsvoorstel middels dit amendement zo aanpassen dat de Raad van de Gemeente Dalfsen wel instemming geeft aan de startnotitie, samenkomt tot de kern en vervolgt erop, maar in uitvoering van fase 2 pas besluiten neemt over de noodzakelijke investeringen zodra deze projecten in voorbereiding zijn afgerond. Het beschikbaar stellen van extra financiële ruimte voor de concretisering van de plannen en de projectorganisaties is daarin vanzelfsprekend en noodzakelijk. En daarmee heb ik hem voorgelezen. U heeft hem ook eerder al toegelicht. Zijn er ook nog andere amendementen? Want dan hoor ik ze eigenlijk ook het liefst, dan hebben we alles op tafel. Mevrouw Lasse, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. Wij hadden in de commissievergadering aangegeven dat we als fractie van de ChristenUnie positief staan ten opzichte van het voorstel. Een van de punten die we als fractie nog een keer besproken hebben, had te maken met de vraag of we moeten kiezen voor nieuwbouw of renovatie. Zeker gelet op het grote verschil in kosten. We hebben toegezegd dat we in principe voorstander zijn van nieuwbouw met de kanttekening. Dat we erg graag zien dat het Agnietencollege vanaf het begin meedoet in de planvorming. Inmiddels is er een intentieverklaring getekend door het college en het bestuur van Landsteden. Maar in het voorliggende voorstel vinden we dat niet terug en dat vinden we jammer. We willen enerzijds beslist niet vooruitlopen op besluitvorming, maar we vinden het wel belangrijk dat het Agnietencollege mee gaat doen. En daarom hadden we een amendement voorbereid waarin we niet zo uitgebreid als het amendement van de D66, waarin we eigenlijk alleen maar vragen om het punt van de meedoen van Agnietencollege, nieuwbouw Agnietencollege mee te nemen. Daarnaast hebben we als fractie, en dat is een beetje het antwoord op het amendement van D66, we hebben wel gesproken over de verdere invulling van de plannen, maar in onze visie komt die voldoende terug als in het vervolgtraject. En daar gaan we vanuit dat dan zaken van de kaders die vastgesteld zijn, dat die dan terugkomen. Vandaar dit amendement wat wij ingediend hebben. Die is korter, dat is wel fijn. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde, de volgende wijzigingsvoorstel in. Tekst aanpassing van besluit 3, te weten kennis te nemen van het rapport sporthal, schakel, renovatie op nieuwbouw en te kiezen voor nieuwbouw van de sporthal, te veranderen in kennis te nemen van het rapport sporthal, schakel, renovatie op nieuwbouw en te kiezen voor nieuwbouw van de sporthal, waarbij de verdere ontwikkelingen de nieuwbouw van het Agnietencollege als uitgangspunt wordt neergelegd. Toelichting, u heeft hem eigenlijk al voor een deel ook geformuleerd. Sport speelt een belangrijke rol in Nieuw-Leuzen. Sporthallen worden ook intensief gebruikt. Nieuwbouw van de sporthal is het meest toekomstbestendig, biedt veel mogelijkheden voor duurzaamheid en flexibel gebruik. Vrijere invulling voor het middengebied en voor deze nieuwbouw is een grote investering nodig. En dit vraagt om een overdachte samenwerking en maximale betrokkenheid van alle deelnemende partijen, waaronder het voortgezet onderwijs. Door de nieuwbouw van het Agnietencollege als uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling mee te nemen, wordt voorkomen dat plannen achteraf en tegen extra kosten moeten worden gewezen. Dank u wel. Zijn er nog meer amendementen of moties over dit onderwerp? Meneer Schuring. Ja, geen voorbereid amendement of motie, maar wel een opmerking. Want het hangt er een beetje tussenin. En volgens mij is de boodschap wel globaal hetzelfde. We weten nog niet precies waarin. Ik vraag u niet om commentaar te geven. Ik ben even streng. Maar ik vraag u of u er eentje heeft. Het zit een beetje op de vraagstelling na aanleiding van de eerste twee naar het college toe. Want het is mij niet helemaal duidelijk of er nu wel of niet heel bikkelhard gekozen wordt in het raadsvoorstel voor nieuwbouw en of we daar dan nog van terug kunnen. Ik denk dat een goede vraag is, maar er liggen nu twee amendementen. Ik zou eigenlijk, nu heb ik twee mogelijkheden, hè? Of ik ga aan de fracties vragen om erop te reageren of ik vraag eerst aan de wethouder om erop te reageren. En ik geef eigenlijk de voorkeur aan dat laatste. En dan kunnen vervolgens de andere fracties kijken wat ze ervan vinden. En dan maken we er een open debat van. En dan pakt u in dat debat ook gewoon mee de overige punten die u nog wilde inbrengen. Ik wou het zo doen. En dan kan ook de wethouder onmiddellijk uw vraag. Maar ik kan me ook voorstellen dat er straks nog meer vragen komen. Maar ik zie de wethouder popelen. Meneer Van Leeuwen. Dank u, voorzitter. Laat ik beginnen met een reactie op de ChristenUnie af te geven. Tijdens de behandeling in de commissie is ook uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheid om het Agnietencollege fysiek te betrekken bij de sporthal. Die wens is door meerdere partijen uitgesproken, waaronder CDA en gemeentebelangen. En het college is ook van mening dat dat de allerbeste optie is. En wij willen dat ook graag realiseren. Ik weet dat het bestuur van Landsteden dat heel graag wil realiseren. Vandaar dat wij ons uiterste best hebben gedaan om die intentieverklaring nog voor deze vergadering rond te krijgen.
Dus dat betekent dat zowel bij het college als bij landsteden, als ook bij het huidige bestuur van Sporthal de Schakel, alle signalen op groen staan om deze samenwerking te gaan realiseren. Dus wij willen dat graag gaan doen. Dat is even een eerste reactie. En dan een reactie op... Wat betekent dat voor het amendement, wethouder? Daar zou ik even zometeen een korte schorsing voor willen hebben. Voor wat betreft het amendement van D66... zou ik daar toch wel op willen reageren met dat we dan ineens gaan afwijken van de procedures rondom de grote projecten. Want voor de trefkoelen is ook vooraf het krediet beschikbaar gesteld. En dan zou de terechte vraag vanuit Nieuw-Leuzen kunnen zijn, waarom wij niet? En ik moet vaststellen dat we op dit moment het geld beschikbaar hebben. Het is mogelijk om het hiervoor te bestemmen. En ik zou het ook heel erg op prijs stellen dat we dat nu ook doen. En dat we niet over een half jaar denken van, hé, eigenlijk is de centrumvisie van Dalfsen, er moet eigenlijk ook heel veel geld naartoe en dan is er weer niks meer over voor de andere plannen. Dus ik wil graag de stappen maken die nodig zijn om tot deze realisatie te komen. En als we daarbij dan wat extra's doen met het Agnietencollege, graag. U vindt mij meteen op uw weg. U vindt de wethouder meteen aan uw zijde. Neem ik aan. En voordat u wilt... Ja, ik bedoelde dat we dezelfde weg op... dezelfde kant op lopen. Ik kijk even nog op voor de andere fracties. Wie mag ik het woord geven? De vraag... meneer Schuring, u had een vraag gesteld. Die is nu niet beantwoord. Het raadsvoorstel is in mijn beleving heel helder. Het college kiest voor nieuwbouw en vraagt u om daarmee in te stemmen. Dan is hier uw antwoord. Andere, meneer Schuurman, wilt u reageren op de amendementen? Ja, dank u wel, voorzitter. Absoluut willen we daarop reageren. We hebben de amendementen gezien, doorgenomen. Een aantal van de ChristenUnie was wat later, maar van de D66 hebben we besproken binnen de fractie. En eigenlijk zijn we van mening dat het voorstel zoals het er ligt door het college, met de stappen die erin zitten, waarbij aan het einde van fase 2 we gezamenlijk beslissen hoe een en ander loopt, daar zit het controlemoment. Dat verwoordt eigenlijk alles wat volgens ons in de amendementen zit. Dus wij zullen de amendementen niet steunen en wij gaan voorstemmen voor het bestaande voorstel. Meneer Koetsier. Dank u, voorzitter. Wij hebben het ook besproken uiteraard. Wij willen als CDA-fractie nu gewoon een stap vooruit maken. Waarbij we het uiteraard belangrijk vinden dat er geen onnodig geld wordt geïnvesteerd. Onze mening is dat de voorgestelde investeringen in het belang zijn van een toekomstige en vitale kern. En daarmee kunnen wij dus prima instemmen. En wij snappen wel het amendement van de ChristenUnie. Het zou voor ons voldoende zijn als er een toezegging komt van het college om, in de lijn van het amendement om dat op die manier mee te nemen. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik moet zeggen dat ik nog niet helemaal tot de conclusie kom, omdat ik me nog, in mijn achterhoofd zit nog een vraag die ik zowel aan het college als aan de heer Rooijakker zou willen voorleggen. Namelijk, in hoeverre is het nou zo dat het amendement, zoals verwoord hier, in hoeverre is dat nou iets wat belemmerend gaat werken? Of is het alleen maar dat we een controlemoment extra inbakken? Want de indruk die misschien zou kunnen ontstaan is dat met zo'n amendement een enorme vertraging optreedt. Of in allerlei controle-eigenschappen worden toegevoegd. Maar ik wil graag even toetsen of het zo is dat ik het goed zie dat er alleen maar een controlemoment wordt ingelast. Zonder dat er verder het traject wordt onderbroken. Dat hoor ik graag van de heer Rooijakkers en ik zou ook graag een reactie van het college daarop willen hebben. Oké, meneer Schuring. Misschien nog een tweede instantie. Ja, wel aansluitend. Ik had een ander antwoord gehoopt.
Laat ik het zo zeggen. De discussie bij de schakel, hè, de nieuwbouw of de verbouw, er zit 2,4 miljoen tussen. Ik hoor nu ook Agnieten College wordt meegenomen. Dat betekent dat daar ook een financiële post extra voor zijn. We weten dat we langzamerhand, de grote reserve langzamerhand wel wat aan het slinken is. En we weten ook dat er grote projecten gaan komen. Nou, wethouder geeft zelf ook al aan, we moeten het nu, willen we het graag bestemmen. Want straks kan er iets anders zijn wat mogelijk prioriteit is. Dus er komen nog andere projecten aan. Het belang voor het middengebied deel ik ook beslist. Maar om nou te zeggen dat we die voor die nieuwbouw gaan, terwijl we misschien die 2,4 miljoen eigenlijk veel beter zouden kunnen gebruiken voor dat middengebied, en daar nog wat onderzoeken voor ten grondslag ligt, dan voel ik toch wel heel erg voor het amendement van de D66 om daar een tussenpunt in te lassen. Meneer Royakkers, er is u eigenlijk een vraag gesteld door de heer Wildfank. Misschien wilt u ook nog reageren op wat de wethouder zei. Ja, wil ik graag doen. Eigenlijk is dat hetzelfde. Want ik denk dat de heer Wildfank heel goed heeft begrepen dat ik ernstig zorgen heb over dat controlemoment. En het enige wat ik heb willen doen met het amendement in die zin is dat controlemoment gewoon helder maken. En niet al besluiten om het geld uit te geven, maar om gewoon af te spreken dat het college gewoon met duidelijke voorstellen komt wat ze willen. En die zijn er nu nog niet. En ik hoor, dat is ook de basis van het amendement van de ChristenUnie, begrijp ik. Ja, dat controlement komt nog wel een keer. Maar ik heb daar eerlijk gezegd niet zoveel vertrouwen in, want ik kan het nergens lezen dat het controlement komt. En ik heb ook niet gezien dat het college het heeft toegezegd. Dus dat was voor mij een hele belangrijke reden om het zo te formuleren zoals ik heb gedaan. En dan wil ik niet het betoog van de heer De Graaf tijdens de commissievergadering namens D66 herhalen. Maar wij waren ook ernstig kritisch over dat alles maar weer wordt opnieuw gebouwd. Terwijl je ook voor aanzienlijk minder geld dingen gewoon op een perfecte manier zou kunnen renoveren. Waardoor het gebruiksgenot en nut voor de komende 20 jaar vaststaat. En wie kan er verder dan 20 jaar kijken in de huidige tijd? Dus daar had ik al een beetje afscheid van genomen. Hè? Omdat ik dacht van, nou ja, er is zo overweldigende steun voor nieuwbouw. Ik ben daar zelf erg kritisch op. Maar goed, het zij zo. Maar dan wil ik in elk geval een controlemoment inbouwen. En dat is de achtergrond van het amendement. En misschien kunt u kort reageren met name op dat controlemoment. Want dat is wat de heer Wildfank vraagt. Is dit niks anders dan een controlemoment inbouwen? En de heer Royakkers zegt ja. En hij zegt dat controlemoment heeft hij ook niet kunnen vinden. Dus daar is behoefte aan. Nou, feitelijk is het zo dat aan het einde van fase 2 komen we met een rapportage naar de raad. En dan weten we wat de haalbaarheid is. Zowel op het gebied van en vooral op het gebied van exploitatie. Want daar draait het natuurlijk wel uiteindelijk om. Is het exploitabel, ja of nee? En dat is het controlemoment waarop het college terugkomt bij de raad. Net als dat we dat hebben gedaan bij de trefkoelen. Op precies dezelfde wijze. En dit is dezelfde procedure die we hier voorstellen. Dus daarmee zegt u, het controlemoment is er. Dat wordt hier ook gezegd. Dus dat is dan gezegd. Hè? Dus dat moet dan ook straks in de besluitenlijst worden opgenomen. Dat controlemoment is er na afloop van fase 2. De vraag van de heer Wildfank, is dit alleen maar een controlemoment of is het volgens u meer of iets anders? Nou, het is een extra controlemoment mij erg doet denken aan een oudejaarsconferentie van Wim Kan, namelijk een slak die afremt voor de bocht. En ik zou toch heel graag een besluit willen hebben van de politiek dat wij nu met Nieuw-Leuzen serieus aan de slag gaan na beloftes van 2008. Er staat ook in het raadsvoorstel, de uitkomsten van fase 2 worden aan de raad voorgelegd voor een go-no-go besluit voor het vervolg. Dus het staat letterlijk in de tekst van het raadsbesluit. Van de besluitregel. Oké, dank u wel. Maar voorzitter, de wethouder zegt het zelf over de slak. Ik zou dat niet hebben durven zeggen. Wat mij betreft maakt er ook wel tempo in. En ik zie ook geen enkele reden waarom het amendement wat we hebben voorgesteld het tempo zou vertragen. En ik zie ook geen enkele reden waarom dat er bezwaar is om dat amendement aan te nemen als wij hetzelfde denken. Maar dan weten we in elk geval zeker dat we goed doordachte voorstellen krijgen. Want met dit voorstel hebben we al besloten tot nieuwbouw en hebben we het geld dat ter beschikking gesteld. En dat stuit me tegen de borst. Ja.
Nou goed, voordat ik in de semantiek terechtkom, meneer Wildvang, u heeft gehoord dat het in de besluitregel staat opgenomen dat er een go-no-go moment komt na afloop van fase 2. Dus u bent niet uw sturingsmogelijkheden kwijt. En ik geloof dat de wethouder probeert duidelijk te maken dat krediet beschikbaar stellen ook betekent dat je committeert. En op een serieuze manier. En dat is de balans waar nu tussen gezocht wordt. U had gezegd dat u even een schorsing wilde om te reageren op de amendementen. Ja, klopt. En er werd, en die wil ik best nog een keer herhalen, een toezegging gevraagd met betrekking tot het meenemen van het Agnietencollege bij de realisatie van de nieuwbouw. En die toezegging heeft u. Kunnen we 2 minuten schorsen en dat we gewoon in de zaal blijven? Ja? Zullen we gewoon even daar richting Foute Hoekje gaan en dan de deuren kunnen wel open voor het klimaat even. Want ik vind dat het wat bedompt wordt. Ik weet niet of u dat ook vindt. We schorsen 2 minuten. 2,5. Nee, die taart. Ja, die. Laten we afspreken dat we die taart met alle aanwezigen delen. Met name de mensen die al het geduld hebben op de tribune. Bewondering daarvoor. De heer Meijering treedt weer toe tot de vergadering. Zullen we dat ook even formeel besluiten? En dan stel ik toch voor dat we nog even vrijwilligersbeleid doen. En mantelzorg. Ja, even. Maar ik zit, ook die andere onderwerpen gaan nog veel tijd vragen. En er zitten nog een aantal mensen op de publieke tribune die specifiek voor dit onderwerp zijn. Niet doen? Ik ga door. Ja, ik ga hem gewoon pakken. Nee, even is misschien verkeerd woord, maar ik ga hem wel pakken voor de pauze. Dus ik vraag iedereen om geduld. Eén punt, want het is een paar keer gezegd en er is inhoudelijk niet op gereageerd, behalve dat het een goed idee was. En dat is dat punt van die monitoringscommissie. Dat moeten we wel op gaan pakken. Dat gebeurt, denk ik, juist op het moment dat fase 2, dat daar de besluitvorming over plaatsvindt. Ik stel voor dat ik dat ook in het presidium gewoon bespreekbaar maak. Dan heeft het ook even een plek gekregen. Is dat akkoord wat u betreft? Dan naar agenda punt 8, vrijwilligersbeleid en mantelzorg. Er zijn ook nog nieuwe stukken toegezonden. Er zijn reacties doorgestuurd, wethouder Van Martels. Ja, voorzitter, inderdaad. Na aanleiding van de vergadering in de commissievergadering van 2 weken geleden hebben we nog 2 aanpassingen doorgevoerd en bovendien nog een extra toelichting gegeven op de financiële onderbouwing. Ja, en ook op die VVV-bonnen herinner ik me. Daar zijn opmerkingen over gemaakt en is een reactie opgekomen. U wilt eraan vasthouden. En met name ChristenUnie hield zijn oordeel nog een beraad. En dat gold ook voor de Partij van de Arbeid. Ik stel voor dat we toch gewoon weer even een informeerd rondje doen. Er is voldoende nieuws op tafel. Maar ik ben zo vrij om bij de ChristenUnie te beginnen. Want u hield het in beraad de vorige keer. Misschien dat u daar nou ook nog iets over kunt zeggen. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben in de commissievergadering onze waardering voor deze nota uitgesproken. En tegelijk een aantal zorgpunten benoemd. En we zijn blij dat naar aanleiding daarvan de nota op 2 punten is aangepast. En onze oprechte dank daarvoor. Wat betreft het mantelzorgcompliment kunnen we ons wel vinden in de voorgestelde invulling voor 2015. Door te werken met kleinere coupures VVV-bonnen wordt de besteedbaarheid beter. En verder zijn we blij dat er een nieuw voorstel komt voor 2016. Voor beide aanvullingen van de nota onze waardering voor de zorgvuldigheid waarmee dit een en ander is omschreven. Voor de fractie van de ChristenUnie blijft nog 1 zorgpunt over en dat is de omschrijving van het begrip mantelzorg. Zoals het nu is geformuleerd vinden wij het te vaag en te algemeen en komt hierin te weinig de ervaren zwaarte voor de mantelzorgers naar voren. En dat is nu juist wat mantelzorg anders maakt dan vrijwilligerswerk. Mantelzorg is pittig, vraagt veel inzet en tijd en is niet vrijblijvend. En daarom hebben we samen met PvdA en D66 een abonnement voorbereid om juist die omschrijving aan te scherpen. Die er maar gelijk in. Dat lijkt me prima, dan komt hij in beeld. Ik zal het beeld voor te lezen. Overeenkomstig artikel 38 enzovoorts, tekstaanpassing van de tweede besluitregeling als volgt. 2. Het vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid 2016-2020 vast te stellen waarbij op pagina 5 van de beleidsnota de definitie van mantelzorg als volgt wordt gewijzigd.
Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn directe omgeving die de gebruikelijke zorg overstijgt, direct voortkomt uit een bestaande sociale relatie en die niet vanuit een hulpverlenend beroep gegeven wordt. Er is sprake van mantelzorg als de zorg tenminste 8 uur per week en of gedurende tenminste 3 maanden wordt gegeven. En de toelichting omtrent de definitie wordt vervangen door de volgende alinea. Mantelzorg is in het kader van de 3 decentralisaties meer en meer van belang geworden. Het begrip zelf is echter niet altijd even duidelijk. Zo hanteren allerlei organisaties die actief zijn op het terrein van mantelzorg soms een net even andere definitie. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in een recent onderzoek het begrip mantelzorg aangevuld met de kenmerken 8 uur per week en of 3 maanden. Het CIZ, Centraal Indicatie, hanteert als maatstaf de inzet gedurende 3 maanden en of 8 uur in de week. Indieners, de heer Wildvank, Partij van de Arbeid, mevrouw Lasje, ChristenUnie en de heer Rooijakkers, D66. Dank u wel. Voor dit, dan ga ik het toch een beetje doen zoals de vorige keer. Ik ga eerst even ook aan de wethouder vragen wat hij ervan vindt. En dan kan dan de andere fracties kunnen dan ook hun mening daarover geven. Wethouder Van Machtels. Ja, voorzitter, dank u wel. U stelde net voor om niet in ieder geval te veel in herhaling te vallen wat in de commissievergadering al besproken is. En dit onderwerp is ook uitgebreid aan bod gekomen. En toen heb ik ook gezegd dat we, als het gaat over die definitie, dat we heel duidelijk kiezen voor een wat bredere definitie om in ieder geval te voorkomen dat een bepaalde groep mantelzorgers buiten beeld blijft. En dat willen we juist niet, dat willen we juist voorkomen. Vandaar dat we deze brede definitie hebben gekozen. En als we nu met dit amendement in zee zouden gaan, dan zijn we eigenlijk weer terug bij af. En dan, dan hebben ze dus niet tijdig in beeld en kunnen we niet tijdig, ook via de mantelzorgcoach, het gesprek aangaan, wat zo belangrijk is. Oké, dank u wel. Mevrouw Schipper, CDA. Nou ja, de definitie van mantelzorgen die nu ruimer genomen is in het voorstel heeft wat ons betreft ook onze instemming. Want we onderkennen dat mantelzorg veelal zwaarder wordt in de tijd. En zodra je een beginnende mantelzorger in beeld hebt, en die hoeft dan nog niet te voldoen aan de 3 dagen, of 3 uur, of 3 maanden, of de 8 uur definitie. Dus of, hè? En of, whatever, je kunt vroegtijdig ondersteunen. Je hebt hem of haar in beeld. Je kunt ze informeren en ook de mantelzorgcoach kan die ondersteuning bieden. En daarmee is voor ons de definitie zoals die nu in het voorstel staat akkoord. En daar kunnen we achter staan. Meneer Adelbroek, gemeente Belangen. Ja, voorzitter. Wij, zoals de wethouder het verwoord, zo wou ik het ook zeggen. Dat klopt precies. En meneer Schuring, VVD. Ja, ik had de vorige keer al gezegd, de definitiekwestie, dan krijg je een wel eens niet eens verhaaltje en dat is moeilijk, dus daar wilde ik me niet aan branden. Ga ik me nu ook niet doen en ik schaar me wat dat betreft achter de beredenering van de wethouder. Dank u wel. Dat zijn denk ik de reacties op het amendement, dus dat zijn heldere reacties. Ik ga even verder, want misschien zijn er nog meer informerende vragen ook, want die ruimte had ik wel geboden in eerste instantie. Meneer Ellebroek. Ja, ik heb toch nog een vraag. In het document wordt telkens gesproken over de mantelzorgcoach. En hierbij gingen wij dus altijd uit van 1 FTE. Maar we vinden het nu vreemd dat er bij de aanvullende financiële invulling, dat we daarachter moeten komen dat het 1,5 FTE betreft. En als je kijkt naar het bedrag is dat ook logisch. Hoe kan dat? Hebben we ons daarin vergist in het document? Want er staat mantelzorgcoach en dan denk je, oh, dat is 1 FTE. En nu blijkt uit de aanvullende financiële gegevens blijkt dat het er toch 1,5 betreft. Dank u wel. Andere nog informerende vragen? Mevrouw Schippers niet? Nee? Dit is het laatste informerende. Wethouder. Ja, voorzitter. Inderdaad, we geven aan ondersteuning behoorlijk bedrag uit, 140.000 euro. En omdat het allemaal vraaggericht is, minder aanbodgericht, moeten we wel een inschatting maken van hoeveel tijd de mantelzorgcoach, of in dit geval 2 mantelzorgcoaches, 1,5 FTE, nodig zullen hebben om aan die vraag tegemoet te komen. Dus wat dat betreft hebben wij ook een inschatting gemaakt voor 1,5 FTE. Maar dat kan best betekenen in de praktijk dat het iets minder zal zijn, maar het kan ook betekenen dat het iets meer zal zijn. Daar moeten we natuurlijk wel gaandeweg achter zien te komen. En dat is de reden dat we nu opgenomen hebben, 1,5 FTE, omdat dat onze inschatting is waarvan we kunnen verwachten dat dat op enige realiteitszin gaat
is. Nee, maar in de eerste versie stond dat niet vermeld namelijk. Daar stond 140.000. Dat klopt ook, maar de vraag van het CDA, die kwam er dan naar voren van, kunt u dat nader onderbouwen? En dat hebben we hier nu een poging toe ondernomen. Vandaar. Voldoende. En mag ik naar de opinierende ronde toe? Mevrouw Schippers, CDA. Dank u wel, voorzitter. Dank voor de specifieke toelichting op het financiële deel. Dat maakt van ons een stukje duidelijker. En ook de aanpassingen in het voorstel hebben onze instemming. En wij vinden vrijwilligers en mantelzorgers heel belangrijk. En dat mogen wel duidelijk zijn. De samenleving, dat maak je samen. En we willen onze complimenten uitbrengen voor al het werk van de deelnemende organisaties. Partijen, inwoners, ook ambtelijk is er heel veel werk verricht. En wij gaan akkoord met de beslispunten. En wensen u veel succes bij de uitvoering. En zullen u volgen. Dank u wel. Meneer Elleboek, gemeente. Ja, voorzitter. In de commissievergadering hebben wij voorgesteld om voor de waardering van de mantelzorgers een geldbedrag uit te keren. En geen gebruik te maken van VVV-bonnen. Achteraf vinden wij dit toch geen goed idee. Wij delen uw mening dat persoonlijke overhandiging de juiste manier is. We zijn het met u eens om in april 2016 met een nieuw voorstel te komen voor de waardering van 2016 en eventueel later. Daarbij verzoeken wij u niet alleen de suggesties vanuit de Raad mee te nemen, maar ook die uit de inspraaknotities en van de insprekers. Tot slot waarderen wij het dat indien er minder mantelzorgers zijn dan het budget toelaat, u het mantelzorgcompliment naar boven de 70 euro wilt aanpassen. Dat waarderen wij zeer. Voorzitter, wij kunnen akkoord gaan met het voorstel verder. Dank u wel. Mevrouw Lasse, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. We hebben ook in de commissievergadering al uitgebreid onze visie gegeven op deze notitie. Ik heb net ook al gezegd dat we blij zijn met de aanvullingen. Ik wilde wel graag even reageren op mevrouw Schiphorst. Wat er namelijk het punt is als het over mantelzorg gaat. En ik snap wel dat elke definitie heeft zijn eigen gaten en je mist altijd iemand. Maar als je de stukken leest, dan blijkt dat niet zozeer die lichte mantelzorger in de knel komt, maar juist de zware mantelzorger komt in de knel. Als er lange zorg verleend moet worden die meer is dan zeg maar 2 weken boodschappen doen voor je buurvrouw of 3 weken met je moeder naar het ziekenhuis. Juist als het langer gaat duren en de reserves opraken en dat wat je doet echt onderdeel van je leven en onderdeel van je zorg en onderdeel van wat je hebt te doen gaat worden, dan wordt mantelzorg zwaar. Dus vandaar onze keuze in dit amendement om die druk daar te leggen. Dus niet zozeer de aandacht te vragen voor die lichte mantelzorgers, maar juist te zeggen van jongens, die zware mantelzorg, dat is de groep die veel ondersteuning nodig heeft. En dat is ook de groep waar we heel veel een beroep op gaan doen in onze samenleving. Dat is de groep die gewoon veel zou moeten opvangen. Vandaar dat we die keuze gemaakt hebben voor deze vorm van mantelzorg en voor deze definitie hebben gekozen. En ik wil dat nog wel graag nog eens een keer hier even fanatiek neerleggen, dat dus de keuze is gemaakt. En wie weet verandert iemand nog van standpunt. Mag altijd, hè, tot de stemming. Dus denk er nog eens over na, zou ik zeggen. Mag ik daarop reageren, meneer Noot? Mevrouw Schiphorst, dat mag u, maar vindt u het, kunt u hem heel even inhouden nog? Want dan maken we even het rondje af. Dan ga ik eerst naar meneer Wildvank. Ja, dank u wel. Ja, wat ons betreft is er ook al eigenlijk alles gezegd wat er over gezegd moet worden in de commissie. Er bleef maar één ding over en dat was het punt van mantelzorg. 8 uur in de week en of 3 maanden. Daar ligt nu een amendement voor. Het stuk op zichzelf, zeker met de aanvullingen erbij, is wat ons betreft prima. Daar ga ik verder ook inhoudelijk nu niet meer op reageren. Maar blijft over dat punt wat we in het amendement hebben verwoord. En dan zou een nietsvermoedende buitenstaander zomaar kunnen denken dat wij niet zo voor de ondersteuning van de mantelzorger zijn. Dat geldt wellicht ook voor anderen. Maar dat is bepaald niet zo. Integendeel, wij zijn juist erg warm voorstander van het ondersteunen van die mantelzorg. Maar waar wij een beetje benauwd voor zijn en dat wat nu naar onze mening op de loer ligt, is dat te gemakkelijk en iedereen als mantelzorger wordt aangemeld, terwijl we ons juist willen focussen op die groep die echt substantieel bijstand verleent. En die willen we ook echt ondersteunen. Dat was de intentie van het voorstel, is de intentie van het voorstel. Verder ga ik er niet veel over zeggen, want mevrouw Lasje heeft het in haar woorden goed neergezet en daar sluit ik me heel graag bij aan.
Ik snap zelf heel goed dat het voorstel zoals het er nu bij ligt wellicht geen meerderheid kan krijgen, maar ik zou toch heel graag in stemming willen zien. Meneer Royakkers, D66. We willen niet alles herhalen, voorzitter. We zijn als D66 enthousiast. We zijn ook erg bezorgd over de toekomst als je steeds meer beroep moet doen op vrijwilligers en mantelzorgers. En dat goede begeleiding daarvan noodzakelijk is, een goede ondersteuning en een goede waardering. En desondanks, of misschien daarom juist, zijn we een voorstander van het ingezonden abonnement. Want het kan ook niet zo zijn dat straks iedereen vindt dat hij maar mantelzorger is. Er moet toch wel, heeft toch wel een bepaalde zwaarte, zou ik zeggen, aan de ene kant. We gaan ook mantelzorg complimenten uitdelen. Dat moet je ook niet aan iedereen doen die een keer een uurtje voor zijn buurvrouw een boodschap doet. Dat zijn toch dingen waarvan ik zeg van nou, laten we dat doen. We hebben vrijwilligers, we hebben vrijwilligersbeleid en we hebben mantelzorgbeleid. En dat moet ook niet te veel in elkaar overlopen. Dat is toch wel op deze manier duidelijk. Een tweede argument, wordt ook genoemd in de toelichting van het abonnement, is dat er aansluiting wordt gevonden bij de definities die er al het Sociaal Cultureel Planbureau heeft en die het CIS heeft. Zodat je straks ook eens kunt kijken in statistieken en allerlei andere dingen van hoe vergelijkt zich dat. En als je nou als Dalsen een andere definitie gaat toepassen, dan zit je straks ook met die vergelijkbaarheid. Dus ik ben er altijd wel voor om aansluiting te zoeken. Ik zou toch nog een keer naar andere partijen kijken van denk nog eens even goed over na. Misschien hebben we de pauze ervoor kunnen gebruiken, voorzitter, om de logica van dit voorstel nog een keer goed te zien. Voor het overige complimenten en we wensen het college ook veel succes en de ambtenaren met de uitvoering ervan. Dank u wel. Uw ordevoorstel neem ik overigens niet over. Ik denk dat we proberen te stemmen voor de pauze. Meneer Schuring, VVD. Dank voorzitter. Weinig woorden lijken geen eer te doen aan zo'n belangrijk onderwerp voor in die participatiemaatschappij die we met z'n allen in aan het stappen zijn. Toch ga ik het wel kort houden. Volgens mij is het een prima stuk en het doet eer aan de belangrijke groeiende maatschappelijke punten waar we tegenaan staan. En dit is er eentje van. Mijn stem is er. Geef ze een stem en waardeer ze. Ondersteun ze. En of dat nou met een VVV-bon is of met centjes en of het nou bij 8 uur is of bij 6 uur, dat laat ik heel graag aan het college over. Dank u wel. En had ik mevrouw Schiphorst toegezegd dat ze nog mocht reageren op mevrouw Lasje. En misschien neemt ze nog wel wat punten mee van de andere heren die ingebracht hebben. Ja, nou misschien in ieder geval die van meneer Royakkers qua vergelijk. Dat vind ik wel een interessante. En misschien zou de wethouder kunnen bijhouden welke groep wat doet, zodat we ook kunnen zien wat het verschil nu is in de registraties zoals die nu voorgesteld worden. Maar wij blijven eigenlijk wel van standpunt dat we die mantelzorger, als we die vroegtijdig in beeld hebben en vrijwillig een boodschapje doen voor de buur is, wat mij betreft geen mantelzorger. Mantelzorg, dat overkomt je en dat is er ineens. En dat is zwaar en kan zwaarder worden. En als we ze vroegtijdig die ondersteuning kunnen bieden, dan denk ik dat we daar veel beter werk mee doen dan wanneer we zeggen het is die 8 uur en dan 3 maanden lang. En of 3 maanden lang. Dus dat was eigenlijk mijn reactie richting mevrouw Lasje. En misschien dat de wethouder kan reageren op de vraag of in de registraties daar misschien een beeld van gegeven kan worden. Wethouder, aan u het laatste woord. Ja, voorzitter. Het kan niet de bedoeling zijn dat we de hele avond over de definitie praten. Uiteindelijk gaat het erom dat de mantelzorger die zwaar belast is of zwaar belast wordt, dat die ondersteuning kan krijgen. En daar hebben we dan juist die mantelzorgcoach voor. Dat die niet naast de zorgaanbieder staat, maar dat degene die de mantelzorg vraagt, dat die inderdaad ook in samenspraak met die mantelzorgcoach tot gerichte oplossing kan komen, maatwerk dat er geleverd kan worden. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dus het lijkt me niet goed om de hele avond daarover verder te blijven praten over die definitie. Ik denk dat het voorstel zoals het hier staat, dat het recht doet aan, aan de praktijk ook, waarin we in een vroegtijdig stadium de mantelzorger mee in gesprek kunnen gaan. En dat is bepalend. En als het gaat om die registratie, dat kunnen we natuurlijk bijhouden. Dat is geen enkel probleem. En ik denk dat we dat ook moeten doen om een goede analyse mogelijk te maken na verloop van tijd. U doet hier nu de toezegging, dus die moet u ook straks nakomen, dat u ook de formele, of in ieder geval de meest gehanteerde definitie, en dat is die, denk ik, van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat u ook conform die definitie in ieder geval zult meten. Dat is wat u zegt. Oké, en dat is geen probleem. Prima, dat is geen probleem, mevrouw Schiphorst. Dat gaat de wethouder doen. In dank aanvaard. Ja.
Dan ga ik nu proberen om een en ander in stemming te brengen. En dan begin ik met het amendement. Dat is voorgelezen, mevrouw Lasje. En dat was voldoende, denk ik, hè? Dus ik breng het in stemming. Wie van u is voor het aannemen van dit amendement? Dat is de ChristenUnie, D66 en de Partij van de Arbeid. Daarmee is het amendement verworpen. Dan ga ik naar het echte besluit. Dat doe ik niet balinerend, maar het oorspronkelijke besluit. Het vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid 2016-2020. Het voorstel is om de inspraaknotitie vast te stellen. Het vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid 2016-2020 vast te stellen. Kennis te nemen van de uitvoering van de waardering voor mantelzorgers voor 2015, zoals beschreven in hoofdstuk 8.6.1. Wie stemt daarmee in? Ik kijk even rond. Dat bent u allemaal. En daarmee is het met algemene stem aangenomen. Dank u wel. Dames en heren, mag ik de vergadering heropenen? En dan komen we bij agenda punt 9, herziening bestemmingsplan buitengebied, Westerveldweg, Schoolweg 1010A. Dat was bij de commissiebehandelingen was dat een boeiend onderwerp. Er werd zeer verschillend gedacht over het onderwerp tussen de fracties. Er is door de commissievoorzitter, mevrouw Schippers, nog uitdrukkelijk op gewezen dat als u van zins bent om het voorstel af te wijzen, dat u dat dan ook gemotiveerd moet doen. Dus gewoon maar stemmen, dat is een beetje lastig. U zult ook moeten vertellen waarom u tot een bepaald oordeel bent gekomen. En als ik het goed begrepen heb, heeft de fractie van het CDA daar ook deze handschoen opgepakt. En de heer Kouwe heeft volgens mij een amendement voorbereid. Nu kijk ik even rond. Vindt u het goed dat ik dan de heer Kouwe als eerste nu het woord geef? Dan hebben we weer het amendement op tafel. Ik vind dat wel prettig werk, eerlijk gezegd, want dan weten we waar we aan toe zijn. Is dat akkoord? Kijk even rond. Meneer Kouwe, ik geef u het woord. CDA. Ja, voorzitter. Wat is dat dan? Zal ik gewoon een stukje opinie daar verbinden? Want het is eigenlijk het sluitstuk van onze opinie. Ja, prima. Doet u dat maar. Oké. Als u dat doet, prima. Als straks mensen nog informerende vragen hebben, mede naar aanleiding van uw betoog, dan geef ik ze daar wel de ruimte voor. Oké, doe ik dat zo. Net zoals met het voorgaande onderwerp is ook dit agendapunt uitvoerig besproken in de commissievergadering. En zal ik me daarom nu beperken tot de kern. In het plan wordt gebruik gemaakt van de hervestigingsregeling uit de structuurvisie buitengebied. Centrale vraag hier is of de gekozen oplossing past binnen de structuurvisie. In onze ogen niet. De relatie tussen het knooppunt en de voorgenomen ontwikkeling aan de Westerveldweg is te gezocht. Ik wil u het volgende beeld schetsen dat mogelijk wordt zodra we instemmen met het voorliggend plan. Elke willekeurige ondernemer uit een lande zal met een goed omschreven knooppunt onder de arm een volledig nieuwe onderneming kunnen starten op een nieuw perceel ergens in het Dalse buitengebied, waar hij een stuk grond heeft kunnen kopen. Belangrijkste negatieve consequentie volgens de CDA-fractie is dat de beschikbare ruimte voor Dalser ondernemers bij een werkelijk knooppunt hierdoor wordt beperkt. En voor deze ondernemers hebben we de hervestigingsregeling nou juist voor in het leven geroepen. Dan wil ik nu al concluderen. Ik heb het tijdens de commissievergadering 3 weken geleden ook al benoemd, maar ik wil het hier nogmaals namens de CDA-fractie aangeven hoezeer wij hebben geworsteld met het voorliggende plan. We gunnen ieder agrarisch ondernemer zijn ontwikkeling, maar wel binnen de in deze raad opgestelde kaders. Ik sluit af met de aankondiging van de zojuist al benoemde motie, amendement. Deze is opgesteld ter motivatie om geen medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan. We hebben begrepen dat uit de verslaglegging alleen niet voldoende is als motivering. En de amendement geeft invulling aan die niet medewerken daar. Ja, dank u wel, dat klopt. Verslaglegging alleen is niet voldoende. Amendement. Gemeenteraad van de gemeente Dalfsen, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 15 september 2015, nummer 379. Gehoord de beraadslegging betreffende het voorstel tot de 7e herziening van het bestemmingsplan buitengebied gemeente Dalfsen, Westerveldweg, Schoolweg 1010A. In aanmerking nemende dat in de vigerende structuurvisie buitengebied met betrekking tot het deelgebied waarbinnen het perceel ligt, waarop het onderhavige voorstel op van toepassing is, het volgende staat beschreven in paragraaf 4.5. Jonge heideontginning, Noord, pagina 35.
Het is van belang dat bestaande agrarische bedrijven de bedrijfsvoering kunnen aanpassen aan veranderende eisen, bijvoorbeeld op het vlak van stallenbouw. De gemeente wil dan ook meewerken aan het realiseren van uitbreidingen op bestaande locaties ter versterking van de landbouw en het agrarisch karakter met betrekking, mits is aangetoond, bijvoorbeeld door een bedrijfsplan voor 5 jaar, dat de investering ook loont op de langere termijn. Het heideontginningslandschap is een agrarisch productgebied bij uitstek. De gemeente wil dan ook ruimte bieden voor de hervestiging van agrarische bedrijven op plaatsen die voldoende perspectief geven voor de lange termijn, goed bereikbaar zijn en een versterking vormen voor de landschappelijke structuren. Deze meerwaarde wordt alleen toegestaan als verplaatsing van elders een knelpunt ruimtelijk, maatschappelijk of ecologisch oplost. Overwegende dat de hervestigingsregeling in de structuurvisie buitengebied gemeente Dalfsen, zoals ook blijkt uit bovenstaande passage, alleen bedoeld is voor het gelijktijdig oplossen van een ruimtelijk, maatschappelijk of ecologisch knelpunt. 2. Hoewel er in planologische zin sprake is van het oplossen van een milieuknelpunt aan de schoolweg 10-10A, de oplossing voor dit knelpunt niet past binnen het doel van de structuurvisie buitengebied boven omschreven, omdat het niet direct is gerelateerd aan de voorgenomen ontwikkeling, er geen dringende ruimtelijke, maatschappelijke of ecologische noodzaak aanwezig is voor verplaatsing anders dan het belang van aanvrager, terwijl de feitelijke bedrijfsvoering aan de schoolweg 10-10A al geruime tijd zeer beperkt is. Derde aandachtspunt. Het bestaan van deze ontwikkeling de mogelijkheid schept dat meerdere voormalige agrarische percelen worden opgekocht en deze bouwvlakken op niet bebouwde locaties in dit deelgebied van de structuurvisie buitengebied gerealiseerd worden. Naar oordeel van de indieners van zienswijze dit voorstel tot ongewenste ruimtelijke effecten leidt en sprake is van strijdigheid met structuurvisie buitengebied. En het laatste aandachtspunt. In de structuurvisie buitengebied is opgenomen dat maatschappelijk draagvlak en agrarische ontwikkeling hand in hand dienen te gaan. Gelet op de zienswijze en de handtekeningslijsten, de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan de nodige maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt en gesprekken niet hebben geleid tot draagvlak onder belanghebbenden. Aandachtspuntje. Verschillende indieners van zienswijze in een eerste instantie tegen de bouw van grote schuren voor intensieve veehouderij in het algemeen zijn en dat ze hun bezwaren mede baseren op de risico's die ze zien voor de volksgezondheid, milieueffecten en effecten op dierenwelzijn. Aandachtspunt. Gezondheidsrisico van intensieve veehouderij voor omwonenden op dit moment te weinig bekend zijn om hierover onderbouwde conclusies te kunnen trekken. Concludeert dat deze overwegingen 1. Ondoelmatig gebruik hervestigingsbeleid, 2. ontbreken van voldoende draagvlak en 3. onvoldoende duidelijkheid omtrent gevolgen voor de volksgezondheid voor de raad zwaarder wegen dan het belang van aanvrager en andere mogelijke belanghebbenden bij medewerken van het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan. En de herziening van het bestemmingsplan daarom niet voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en verklaart dat de ingediende zienswijze tegen het ontwerp van de 7e herziening van het bestemmingsplan buitengebied deed gemeente Dalfsen Westerveldweg, schoolweg 10-10A, voor wat betreft de hiervoor genoemde punten gegrond zijn. Besluit geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot de herziening van het bestemmingsplan buitengebied voor de percelen Westerveldweg en schoolweg. 2. Het bestemmingsplan 7e herziening bestemmingsplan buitengebied gemeente Dalfsen Westerveldweg, schoolweg 10-10A en de geometrisch bepaalde planobjecten enzovoorts enzovoorts enzovoort langs elektronische weg en een analoge vorm niet vast te stellen. De raad voornoemt. Dat is het amendement wat u zou willen indienen. Het nieuwe besluit eigenlijk. Want anders zou u kunnen denken dat de griffier en ik dit amendement hebben ingediend, maar dat is niet zo. Wij zijn daartoe niet bevoegd. Eén opmerking, voorzitter. Meneer Kouwer. Ik ben overigens niet de enige indiener van het amendement. Dat stond bovenaan het amendement. De heren Wildvank en Royakkers. Zijn mede-indiener. Ja, oké. Okay. Dank u wel. Ik maak gewoon het rondje af. Ik haal eerst even alles op, wethouder, voordat ik u in de gelegenheid stel om te reageren als u dat goed vindt. Dan kijk ik even wie bij gemeente Belangen. Meneer Hof. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben het amendement gezien en we kunnen de conclusies die erin genoemd zijn eigenlijk niet geheel steunen.
omgevingselementen die genoemd zijn in de structuurvisie, die daar zijn in het plan wat nu voor ligt wel de grenzen opgezocht. Maar het is wat ons betreft niet zo dat die grenzen nu volledig overschreden zijn. En ook punt 3 van het amendement in die conclusies, dat de gezondheidsredenen, dat daar onvoldoende duidelijkheden zijn. Nou, er zijn wel onderzoeken, uitkomsten nu voor uitkomsten bekend. En dat heeft het kwartje wat ons betreft toch doen omvallen naar instemmen met het voorstel. En we kunnen dan ook het amendement niet daar niet mee instemmen. Dank u wel. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter. Het heeft natuurlijk met de behandeling te maken, maar wij hebben eigenlijk nog twee vragen. Voel je helemaal vrij? Ja, ik voel me vrij. Dank u wel. Met mate. Oh. Nee, de vragen die we hebben, die hebben allebei te maken met toezeggingen van de wethouder op handhaving. We hebben er in de commissie ook al even iets over gezegd, maar we willen dat toch nog een keer helder van de wethouder horen. Namelijk, wordt de schuur landschappelijk ingepast, maar daar hoort bij, hoe wordt dat dan concreet gestalte gegeven? Want je kunt op een gegeven moment zeggen, ja, dat gaan we landschappelijk inpassen, maar wij willen weten hoe. En vraag die ermee te maken heeft, dat gaat over toezien op systemen die de maximale veiligheid moeten waarborgen. Daar heeft de wethouder ook iets over gezegd, maar ja, wij missen daar toch nog enige body. Oké, dank u wel. Meneer Schuring. Ja, dank voorzitter. Ik sluit eventjes aan op de opmerking. Het woord handhaving werd al eventjes voorbij gehaald. En zoals in heel veel situaties is het op het moment als er één in een bedrijfstak de regeltjes wat aan de laars lapt, de anderen een probleem hebben. En ik vind het niet eerlijk om daar een nieuw bedrijf meteen al voor aan banden te leggen. Maar ik zou er wel voor pleiten om handhaving en de bestaande regels goed te hanteren en daar serieus mee om te gaan. Ook voor nieuwe vestiging. Aansluitend, als reactie op het amendement, zou ik eigenlijk wel heel graag van het college horen hoe het college hierover denkt. Want de suggestie wordt gewekt dat eigenlijk het niet in het in de wet en regel dat het niet klopt of niet aansluit. Terwijl in mijn beleving, en ik hoor dat net bij gemeentebelangen, dat het misschien wel op het grensje zit, maar dat het wel degelijk binnen de regels valt. En hoe groot acht het college de kans dat vervolgens de rechter een ander besluit zal gaan vellen op basis van de regels zoals ze er nu liggen. In het kader van haalbaarheid. Meneer Hooijakkers. Ik heb er niet zo erg veel aan toe te voegen. We hebben het amendement ook gesteund. En er stond één woord niet in het amendement. En dat is het bewust denk ik niet gedaan. Maar ik denk dat ik dat nog een beetje kan toevoegen. Want ook anderen hebben het al over het opzoeken van de grenzen. Maar dat zou wel kunnen leiden tot precedentwerking. Dat is wat we niet willen in de gemeente. Dus ik heb op zich helemaal niets tegen een kippenschuur. Maar op deze manier en met de mogelijkheid van precedentwerking hebben we er grote bezwaren tegen vandaag. Okay. Meneer Wildfank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, we hebben in de commissie natuurlijk ook al van alles over gezegd. Wat ons betreft is ook in de verwoording van het amendement eigenlijk wel ons standpunt al gelijk meegenomen. Ik zou toch nog wel de gelegenheid nu willen nemen om in ieder geval ook gemeentebelangen even uit te dagen. Om eens iets meer te zeggen hoe het nou kan dat het kwartje kennelijk de goede kant opgevallen is. Vooral op dat punt van het ontbreken van draagvlak en dat van die hervestiging. Want dat staat letterlijk zo in de structuurvisie en kennelijk stapt u daar overheen. Maar ik hoor nog niet direct op grond waarvan u dat durft te doen. Dus ik daag u graag uit om daar iets over te zeggen. Voordat u die uitdaging aan moet gaan, ga ik toch eerst even naar de wethouder. Wethouder van Macht. Neem me niet kwalijk. Wethouder Agricola. Ja, voorzitter. Dank u wel. ChristenUnie had twee vragen. Met name over de landschappelijke inpassing van de nieuw op te richten bedrijf. De landschappelijke inpassing is een onderdeel van de vergunningverlening. Er wordt een landschappelijke inpassing gemaakt door het oversticht. Wordt aan de vergunning gekoppeld en is een harde voorwaarde.
Dan. De wethouder vraag ik was een beetje hoe. Vraag was niet wat, maar ook hoe gaat u dat doen? Dat is de vraag die de heer Nijburg denk ik gesteld heeft. Ja, want dit antwoord had ik al gekregen in commissie. Ja. Wij gaan gewoon controleren of daadwerkelijk gebouwd is en het landschappelijke inpassing is aangelegd, of is aangelegd conform de verleende vergunning. En mocht dat niet het geval zijn, dan wordt dus de initiatiefnemer gesommeerd om het alsnog zo voor elkaar te maken. Dus het is niet zo dat het in de vergunning staat dat we verder niks doen. Dan wordt wel degelijk gecontroleerd of ook daadwerkelijk het gerealiseerd is. Dan aangaande het stukje handhaving. Er zal zeer zeker gecontroleerd moeten worden en worden of er onderhoud wordt gepleegd aan de luchtwassers die geplaatst worden. En er zal regelmatig controle moeten zijn op het functioneren van de luchtwassers. En daarnaast, bij klachten, zal er net als op andere gebieden, zal er adequaat op ingesprongen worden. Dat is wat ik kan zeggen aangaande uw vragen, meneer Nijburg. Dan de vraag van het college. Op de vraag van de VVD. Hoe denkt het college hierover? Alle initiatieven die ingebracht worden bij het college worden getoetst op gemeentelijk beleid, provinciaal beleid, wet en regelgeving. Als ze daar binnen passen, dan kunnen wij niet zeggen, jij wel en jij niet. Want dan gaan we discrimineren. Dus vast binnen ze deze vier zaken, dan gaan we de verzoeken in behandeling nemen. Dat aangaande de vragen die gesteld zijn, voorzitter. Is ook nog een vraag of u een inschatting wilde maken over rechtelijke uitspraken? Ik zit en ik ga niet op de stoel van de rechter zitten. Dat is aan de rechter als die vraag aan hem wordt voorgelegd. Dat is een duidelijk antwoord. Daar wilde ik geen antwoord op geven. Ik zit even te kijken. Volgens mij, langzaam maar zeker, ligt wel alles op tafel, of niet? Meneer Hof is er wel nog uitgedaagd. Wilt u die uitdaging aannemen, meneer Hof? Nou, dat lijkt me wel. De heer Wildvang die vraagt zich af van, goh, in de commissievergadering hadden we onszelf al heel veel vragen gesteld, ook eigenlijk bijna allemaal beantwoord. En de vraag over de hervestiging, knelpunt, daarvan hebben we gezegd van, nou, er zijn heel veel vooronderzoeken gedaan, de grens is opgezocht. Formeel, Schoolstraat 10 is een, zeg maar, liggen nog steeds rechten, maar daar vindt op dit moment relatief weinig bedrijvigheid plaats. Dat vonden we op de grens, maar daar hadden we zoiets bij van, nou, oké, als wij die grenzen met z'n allen bieden, dan wil ik ook als gemeente zijnde, vind ik dat je daar consistent in het beleid moet zijn. En het tweede, met betrekking tot het draagvlak, alle opmerkingen die wij met betrekking tot het draagvlak hebben gehad, die hebben bijna allemaal een relatie met het gezondheidsvraagstuk en de risico's voor de eventuele volksgezondheid. En wat wij gedaan hebben is uiteraard nog eens een keer opnieuw contact gehad met de GGD. En we hebben de voorlopige uitslagen van het VGO-onderzoek van het RIVM uitgebreid geraadpleegd. En kort gezegd is de conclusie die daaruit voortvloeit. Het onderhavige geval is de afstand, nou, een heel stukje. Maar beide geven aan en wij zien daarom ook geen noodzaak om de gemeente te adviseren de besluitvorming uit te stellen totdat de resultaten van het VGO-onderzoek verder bekend zijn. Dus de voorlopige onderzoeken die geven eigenlijk aan dat er geen aanleiding vanuit gezondheidsaspecten is om daarin negatief te oordelen. En dat is ook het advies vanuit de GGD en wij vinden dat als je twee van dat soort partijen raadpleegt, dat wij dat niet in twijfel trekken en dat moeten volgen. En dat heeft ertoe geleid dat wij het kwartje laten vallen naar consistent beleid binnen de structuurvisie. En om de verwarring op dat punt ook wat weg te nemen,
Ook al heb je nog een mogelijkheid binnen de structuurvisie dat er een nieuw bedrijf komt, dan nog steeds moet je aan allerlei andere wet en regelgeving voldoen om je daar te kunnen vestigen. Dus ik hoop dat dat voldoende antwoord is, meneer Wildfank. Dat voldoende, meneer Wildfank? Nou ja, voldoende in die zin dat de heer Hoog vooral een lang en uitdrukkelijk antwoord heeft gegeven op de vraag die ik niet gesteld had, namelijk over de volksgezondheid. En ik het wel jammer vind dat hij eigenlijk constateert van, het is een soort cirkelredenering, hij voldoet aan de eisen, het zit wel op de grens, maar daarmee vinden we het voldoende. En dus niet ingaat hoe hij beredeneert, want daar had ik gevraagd hoe ze nou aan die conclusie zijn toegekomen. Maar goed, ik begrijp ook wel dat het op een of andere keer ophoudt, dus dan moet ik het er kennelijk mee doen. Ik zou de heer Hof nog een keer kunnen vragen, want hij begon met te zeggen, volgens mij, ik probeer het toch goed samen te vatten, dat hij dacht dat heel veel vraagpunten rondom het draagvlak te maken hadden met de zorg die mensen hebben over de gezondheidsvragen. Dat klopt, heb ik horen zeggen. Dat klopt exact. Maar dat wil niet zeggen dat u het met elkaar eens moet zijn of dezelfde inschatting moet maken, maar zo heb ik u verstaan. En daar heeft u ook andere punten, meneer Royakkers, uiteraard. Nogmaals is de vraag in de orde, ligt nu alles op tafel, ja of nee? Kan ik naar de besluitvormende fase toe? Kan ik dat? Nee. Maar voorzitter, ja, ik heb wel een stukje overweging nog. Ja, dat bedoelde ik ook, neem me niet kwalijk. Dat bedoelde ik ook. U hoeft nog niet te gaan stemmen. Meneer Hof, heeft u nog wat toe te voegen? Nou, de eerste reactie had ik eigenlijk de indruk dat het vooral ging van wat vinden wij van het amendement. En ook de vragen die de ChristenUnie gesteld heeft met betrekking tot de toetsing. Wij hebben de voor's en tegens gewogen. Maar als genoemd, de grenzen zijn opgezocht. Maar om te voorkomen dat de praktijkuitkomsten over de grenzen gaan, dan willen we toch nadrukkelijk vragen om tijdens de nadere uitwerking van de plannen, dus echt vanaf de fase die nu komt, nadere uitwerking van de plannen, tijdens de bouwperiode en zodra het bedrijf operationeel is, om heel scherp toezicht te houden, intensieve controles in te richten en daarin ook met betrekking tot die controles ook zeker de samenwerking met het bedrijf te zoeken. Dus wij zullen instemmen met het voorstel, met deze expliciete vraag aanvullend. En die is volgens mij volledig in het verlengde van meneer Nijburg. Oké, dank u wel. Meneer Kouwig, CDA, u had uw conclusie al getrokken. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, wij hebben in commissie de zaak meegenomen en nog wat nadere informatie opgezocht. Het is een dossier dat voor nodige beroering heeft gezorgd bij voor- en tegenstanders. En we hebben begrip voor die gevoeligheid rond het dossier. Ook bij de ChristenUnie zelf lag het zeer gevoelig, speelt die gevoeligheid een rol. We hebben gemerkt dat er diverse momenten van overleg zijn geweest tussen verschillende groepen. Er is veel gecommuniceerd. Je kunt je afvragen of door alle sentimenten die een rol speelden, de boodschappen over en weer wel helder zijn overgekomen. En het is ook de vraag of sentimenten niet het zicht belemmeren en hebben belemmerd op de vraag of we dit nu wel of niet mogelijk willen of kunnen maken voor een Dalfser ondernemer. Want daar gaat het hier om. De vraag is nu dus niet of een meerderheid voor of tegen de plannen is, of het fijn vinden, hoe we ons gevoel daarbij een rol laten spelen. De vraag is ook niet of we voor of tegen grote schuren zijn. Sommigen noemen dat meegestallen, wij willen dat liever niet doen. We hebben daar ook nog niet over gesproken in deze raad. Al dan niet met aandacht voor dierenwelzijn. Dat moet in de toekomst misschien nog een keer plaatsvinden. De vraag is zelfs niet of we willen leven met risico's. Leven houdt namelijk altijd risico in. Maar het gaat over aanvaardbaarheid en daar verschillen de meningen over. De centrale vraag is of het voorliggende plan voldoet aan de eisen die we als raad in het verleden zelf hebben opgesteld. De fractie van de ChristenUnie was daarbij vooral bezorgd om de effecten op de volksgezondheid. En daar sprak de heer Hof net ook al over. Niet aan de orde is de vraag of we deze effecten hebben voorzien en of we ze hebben gewild. Dat moet uit een evaluatie nog maar blijken. En daar willen we nu niet op vooruit lopen. En in die zin hebben we ook moeite met dit amendement dat voor ligt. Ten aanzien van de centrale vraag het volgende. In het gebied, en dat heb ik in commissie gezegd, is een klein stukje herhaling, maar om het verhaal kloppend te maken.
geldt dat de landbouw leidend is. Hervestiging van bedrijven, oplossen van knelpunten elders en optimalisatie van de landbouw. Natuurlijk kun je je afvragen of hier een knelpunt wordt opgelost of wordt gecreëerd om vervolgens te worden opgelost. Maar hoe dan ook, onze beleidsregels staan dit toe. En als we dit niet willen, dan moeten we onze beleidsregels wijzigen en expliciteren. Want we willen Dalfser ondernemers ruimte geven voor ontwikkeling en precedentwerking voorkomen. Want dat willen ook wij. Het creëren van draagvlak voor een dergelijk bedrijf is belangrijk. Echter bezwaren, waar er geen draagvlak dus voor blijkt te zijn, moeten wel gegrond zijn en kunnen niet hun basis vinden in gevoeligheden. Nou, over milieu- en natuurbeschermingswetvergunningen, die zijn onherroepelijk, hebben we het al gehad. En volgens ons heeft die aanvraag aan dat soort eisen allemaal ook voldaan. Ten aanzien van de tweede vraag, daar hebben wij het langst mee geworsteld. Dat is de vraag omtrent de volksgezondheid, het volgende. De emissie van geur en fijnstof neemt toe, maar de vraag is of dit over aanvaardbare grenzen heen gaat. De geurnorm voldoet voor wat betreft de geur, de voorgrondbelasting, aan de wettelijke norm, maar staat er in het rapport, er kan toch geurhinder zijn op meerdere locaties. Het zou kunnen, maar de vraag is dan weer, is het aanvaardbaar? Kunnen we ermee leven? Willen we ermee leven? In het algemeen stelt de GGD dat het houden van legkippen een risicovolle activiteit is, waarbij fijnstof, geur en geluidhinder kunnen optreden. En volgens de Gezondheidsraad kan wonen in de buurt van veehouderijen gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Maar dat kan ook als je naast de snelweg woont of in de buurt van een industrieterrein. Op veel meer plaatsen is dat dus het geval. De GGD stelt in het advies van 30 oktober 2013... dat er voor gemeenten nog geen bruikbare norm voor fijnstof is, met vastgelegde criteria in wet en regelgeving, uitgewerkt door de staatssecretaris die dat heeft toegezegd te zullen doen, van infrastructuur en milieu. Pleit dat voor wachten op de resultaten, en we hebben het overwogen om daar een amendement over in te dienen. Maar dan komt de vraag, moet je een ondernemer nog 1 of 2 jaar laten wachten op ons antwoord? Navraag, en daar heeft de heer Hof ook aan gerefereerd, bij de GGD naar de effecten van op de volksgezondheid levert een uitspraak op van de GGD die ons wel een richting geeft. De verwachting, zeggen zij namelijk, is niet dat er hele ernstige resultaten uitkomen uit de onderzoeken waar de heer Hof net over sprak en die ik ook bedoel van de VGO, dus omgevingsellende. En ze bedoelen dan vergelijkbaar met de Q-koorts. Want dan hadden we daar als GGD in Nederland allang duidelijke signalen over gekregen. Als GGD hanteren wij, en ik citeer nog steeds de GGD, uit een oogpunt van voorzorg in onze adviezen aan gemeenten een afstand van 250 meter tussen een intensieve veehouderij en burgerwoningen. Dit GGD-advies wordt door gemeente en Rijk niet ondersteund. Zij vinden daar nu te weinig wetenschappelijk bewijs voor is. We hopen als GGD'en, nog steeds aanhaling van de GGD, dat het VGO-onderzoek meer duidelijkheid geeft over de vraag wat een veilige afstand is tussen intensieve veehouderijen en burgerwoningen. Het onderzoek zal mogelijk vooral meer duidelijkheid geven voor gebieden waar veel bedrijven en burgerwoningen redelijk dicht bij elkaar zijn gevestigd. En in Brabant komt dat regelmatig voor. In het onderhavige geval, nog steeds al dus de GGD, dat gaat dus over de Westerveldweg, is de afstand tussen de te vestigen pluimveehouderij en de dichtstbijzijnde burgerwoning ongeveer 330 meter. Vanuit gezondheid gezien ziet de GGD onvoldoende reden, en dan sluit ik weer aan bij de heer Hof, hetzelfde verhaal van de GGD, om vestiging van de pluimveehouderij te ontraden. En we zien daarom ook geen noodzaak om de gemeente te adviseren de besluitvorming uit te stellen totdat de resultaten van het VGO-onderzoek bekend zijn. En dan kom ik nu aan ons standpunt. Zal ik dat meteen meenemen? De ChristenUnie heeft alle regels, argumenten voor en tegen, maar ook de gevoeligheden voor zover mogelijk en binnen ons bereik afgewogen.
een beoordeling, een evaluatie van een structuurvisie en een rood voor rood regeling steunen we. We vinden dat er goed naar gekeken moet worden of we met de plannen de effecten bereiken die we ook willen of dat we dingen bereiken die we niet willen bereiken. Hoewel we niet alles kunnen overzien als het gaat om toekomstige ontwikkelingen, kunnen we, zoals de zaak er nu voor staat, toch instemmen met dit voorstel. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Wildfank, Partij van de Arbeid. Ja, wat moet ik daar nou nog aan toevoegen? Niet zoveel, dus ik herhaal slechts de conclusie van net. Wat ons betreft blijven de drie argumenten die in het amendement zijn verwoord, blijven overeind. De strijdigheid met de structuurvisie, gebrek aan draagvlak en de onduidelijkheid rondom de volksgezondheid. Jammer dat dat geen weerklank vindt, dat zeg ik er ook wel gelijk even bij. Want de ChristenUnie bracht net in dat het toch vooral ook wel de ondernemer, de Dalfser ondernemer is die hier kennelijk geschaad wordt. Maar ja, we nemen dit besluit niet alleen in het belang van de ondernemer. We hebben ook het belang van omwonenden en sowieso alle burgers van de gemeente Dalfsen af te wegen tegen elkaar. Ik vind overigens dat de wethouder daar wat te makkelijk overheen stapt. En ik snap heel goed het belang van de ondernemer, laat dat helder zijn. Maar dat is een deelbelang in deze discussie. En die kun je niet isoleren nu en zeggen, daar hebben we een besluit op te nemen. Je moet het geheel overzien. Enkele keer nemen we in deze raadzaal een beslissing die in mijn ogen, even bij mezelf, in mijn ogen een historische vergissing zal blijken te zijn. En dit is er volgens mij zo eentje. Ik zal dus voor het amendement en tegen het voorstel stemmen. Dank u wel, meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Er is veel over gezegd. De heer Hoft heeft de vraag gehouden. De heer Nijburg heeft een referaat gehouden, waarvoor mijn complimenten. Hij heeft ons meegenomen in zijn afweging en de plus en min. Dat was begrijp ik toch wel niet zo eenvoudig. De heer Hoff heeft het gehad over een kwartje wat de ene kant op viel en de andere kant op viel. Wat ons betreft is het zo, en daarom zijn we ook voor het amendement en tegen het voorstel, dat evengoed die afweging lastig is. Ik ben de laatste paar jaar tot de conclusie gekomen dat politiek lastig is. Want je moet allerlei dingen tegen elkaar afwegen die lastig zijn. Enerzijds, anderzijds. En wat voor mij de doorslag geeft is toch de gekunstelde constructie met die compensatie van schoolweg. Waar al jaren volgens mij niets meer gebeurt of nauwelijks wat gebeurt. En het draagvlak bij omwonenden en de burgerbevolking wat gewoon niet aanwezig was en is. En waar ook onvoldoende naar mijn mening aan gebeurd is. En dat geheel overziende zijn wij tot die afweging gekomen. Meneer Rooijakkers, dank u wel. En tot slot meneer Schuring, VVD. Nu zal ik dan maar de laatste zijn. Ja, we hebben eerder een keer de discussie hier in de raadzaal gehad over rood voor rood regeling. Zijn we het ermee eens? Is een aanvraag in het teken zoals die bedoeld is? En toen zijn we volgens mij met z'n allen tot de conclusie gekomen. Nou, ik weet niet of het unaniem was. Maar dan moeten we die regeling ter discussie stellen. Die staat geagendeerd. Maar dan moeten we de aanvragen niet op afrekenen. In mijn beleving is er voldaan aan alle aspecten waaraan voldaan zou moeten worden. Ik begrijp ook donders goed dat er een heleboel mensen zijn die daar iets anders tegenaan kijken. En als de belangen ietsje anders liggen en je woont er wat dichterbij, dat je daar ook andere emoties bij zult voelen. Ik vind het jammer dat de wethouder geen voorschot zou willen nemen op wat de rechter besluit. Ik begrijp hem overigens wel. En ik wil dan ook wel meegeven dat het natuurlijk altijd de laatste toetsing is en de mogelijkheid is die er is. In mijn beleving is het wel degelijk in het teken van de regels zoals ze beschreven staan. Ik zie daar ook verder geen reden om daar een nee van te geven. Wat ik wel belangrijk vind is dat de handhaving zowel voor de andere bedrijven, maar ook voor dit bedrijf gehanteerd wordt. Maar ik begreep van de wethouder dat dat gedaan wordt en dat het belangrijk ik denk dat het ook belangrijk is om daar de discussie met de omwonenden over te houden. Want als er een onveiligheidsgevoel is over volksgezondheid en dat zou komen omdat er bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, luchtwassers de helft van de tijd niet aanstaan. Nou, dan is dat een serieus punt om daarmee mee over te gaan praten. Maar verder zou ik zeggen, ja, ik zie geen bezwaren en ik zie geen nut van het amendement. Dank u wel, wethouder Agricola. Omdat u nog tot kort, er is met name nog zowel door de heer Hof als nu ook door de heer Schuring gewezen op het belang van handhaving en controle.
Ja, voorzitter. Dus de beide partijen hebben aangegeven dat ze controles heel erg belangrijk vinden. Dit bedrijf zal net zo gecontroleerd worden als alle andere bedrijven. En verder heb ik geen op- en aanmerkingen. Meneer Hof? Nou, de vraag die ik gesteld had is om het traject wat nu volgt, ook de voorbereidingen en de planvorming, om daar nauw bij betrokken te blijven en ook daar al telkens toetsingen te doen. Dat is wat anders dan de controles achteraf. Wethouder? Wij zullen als gemeente hier de vinger goed aan de pols houden. Ook tijdens dus de traject van de bouw en dergelijke. En van de planvorming, want dat is de vraag die de heer Hof stelt. En inderdaad ook van de planvorming, dat hoort er ook bij. Ja, dan wil ik dat toch gewoon in de besluitenlijst opgenomen hebben. Volgens mij moet ik naar de stemming toe, of niet? Dat ga ik doen, dames en heren. En dan breng ik het eerst het amendement in stemming. Dat heb ik al eerder voorgelezen, dat hoef ik niet meer te doen, denk ik. Dus ik verwijs naar de eerdere fase van het debat. Maar in ieder geval, de kern daarvan is om geen medewerking te verlenen. Wie stemt er voor dit amendement? Is de fractie van het CDA, van de Partij van de Arbeid en van D66. En de overige stemmen daartegen, daarmee is het amendement verworpen. Dan breng ik het besluit in beeld. Zevende herziening bestemmingsplan buitengebied Westerveldweg, schoolweg 10-10A. Voorstel in te stemmen met de nota van zienswijze en kennisgeving. Het bestemmingsplan, zevende herziening bestemmingsplan buitengebied gemeente Dalfsen Westerveld, schoolweg 10-10A en de gemeentelijk bepaalde planobjecten als vervat langs elektronische weg en in analoge vorm vast te stellen. Geen exploitatieplan vast te stellen. Wie stemt daar voor? Dat is de fractie van de ChristenUnie, de fractie van gemeentebelangen en de fractie van de VVD. Wie stemt daar tegen? Dat zijn de overige D66, Partij van de Arbeid en het CDA. En daarmee is het voorstel aangenomen. Ik dank u voor de wijze waarop u het debat gevoerd heeft. Ik realiseer me dat dit een buitengewoon complexe afweging is geweest. Ik heb ook dat gehoord in het debat. Dat was zowel voor de voorstanders als voor de tegenstanders het geval. De heer Royakkes heeft het al aangegeven, geloof ik. Het is ook gewoon verdomd lastig om het goed te doen. Maar ik dank u voor de wijze waarop u dat geprobeerd heeft. Ik wil de mensen op de publieke tribune de ruimte geven om de zaal te verlaten. Ik kan u voorstellen dat u zoiets heeft van, nou, ik heb het gehad voor vandaag. Ik schors voor 1 minuut. Dames en heren, ik zou de vergadering weer willen heropenen. Met agenda punt 10. Kaderstellende notitie voor de woonvisie. Het verzoek van D66 was om haar inbreng toe te voegen. Dat is gebeurd, zover ik weet. Daar is veel over gezegd. Maar ik doe toch nog maar een keer nog een informerende ronde. Wie van u mag ik het woord geven daarvoor? Nee, als het niet nodig is, is het niet nodig hoor. Dan ga ik gewoon gelijk de opinierende in. Wie van u mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Meijerink, gemeentebelangen. Nou, we zijn heel kort. We hebben het in de commissievergadering al aangegeven dat we eens zijn met de uitgangspunten. Dus wij stemmen in met het voorstel. Oké, dankjewel. Meneer Lochtenberg, meneer Nijburg, neem me niet kwalijk. ChristenUnie. Dank u voorzitter. Ja, we hebben de nodige opmerkingen gemaakt en vooral ook gevraagd naar visierichting. Het stuk blijkt dat we daar in de toekomst over gaan spreken en daar wachten we op en wij kunnen instemmen met dit voorstel. Oké. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u voorzitter. Wij hebben in commissie aangegeven dat wat ons betreft de kaders nogal wat helderder hadden mogen worden omschreven. Bij de behandeling in commissie hebben wij van de wethouder echter wel begrepen dat hij de intentie van onze inbreng op waarde zal wegen. En we hebben vertrouwen in dat er een woonvisie komt waarin de belangen van de stakeholders voldoende zijn gewogen en waar voldoende ruimte zal zijn voor nieuwe en creatieve oplossingen. En wij zien uit naar die nieuwe visie. Oké, dank u vriendelijk. Dan ga ik naar meneer Royakkers, D66. Ik wilde mijn collega's in de raad hartelijk danken voor het feit dat ze alsnog onze inbreng hebben opgenomen in de tabel. Nou, die dank wordt ontvangen. Ander nog, meneer Wildvank? Nee, geen behoefte, meneer Schuwing ook niet. Dan ga ik gewoon naar de stemming toe, als u het goed vindt.
Agenda punt 10, kaderstellende notitie voor de woonvisie 2016-2020. Voorstel, kennis te nemen van de kaderstellende notitie voor de woonvisie 2016-2020. Twee, de kaders en uitgangspunten zoals geformuleerd in deze notitie vast te stellen. En drie, met het te volgen proces in te stemmen. En kijk even rond, wie gaat daarmee akkoord? Dat bent u allemaal. Dus met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 11, herziening bestemmingsplan recreatieterrein en recreatiewoning. Dit komt rechtstreeks in de raad. Zonder commissiebehandeling. Dus dat doe ik in twee termijnen. En ik begin met een informerende ronde. Wie van u mag ik het woord geven voor vragen? Meneer Royakkers, D66. Ik doe het even uit mijn hoofd, voorzitter, want het was ook dit keer weer veel papier. En ik heb heel veel gelezen. En ik heb ook één persoon gelezen die probleem had hiermee. En dat was een interessante briefwisseling. Daar wil ik toch even een vraag over stellen. Want soms dan gaat het principe verder dan de praktische oplossing die ook logisch lijkt. Kennelijk heeft deze persoon gevraagd, is het goed als ik hier kom wonen dat ik dit ook als woonadres opgeef? Want ik heb drie huizen, nou dat was goed. En nu mag hij er in één keer kennelijk geen gebruik meer van maken onder allerlei voorzieningen. Terwijl het duidelijk is dat de desbetreffende persoon meerdere woonadressen heeft. En het wordt hem allemaal erg moeilijk gemaakt. En ik ken die meneer helemaal niet. Maar ik denk bij mezelf, is dat nou niet een beetje te principenruiterig in het Duits gezegd? Kunnen we niet, kan het college niet van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik maken om af en toe gewoon eens te zeggen van niet zeuren, we doen het gewoon. Dat was het. De laatste zou ik best willen. En dan doen we dat vaker. Maar goed, de vraag is helder, denk ik, aan de wethouder. Bent u hier wel bestuurlijk genoeg? Dat is eigenlijk de vraag. Bent u er niet te principieel? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, ik wou eigenlijk eerst niet veel van zeggen, want ik ben hier namelijk, toen ik het las, ik zat ermee te dubben, ik denk, ja, volgens de regeltjes klopt het allemaal wel. Netto, die vier maanden zal je amper wonen. Alleen dat zit verspreid in het jaar en ik kan vooraf niet aangeven wanneer. En dat strookt dan net niet met de officiële regels. Dus, ja, mijn conclusie was, Jan, van, ja, het klopt, maar moet ik daar nog iets van zeggen. Maar ik ben het wel met je eens, kan ik het gevoel ondersteunen. Meneer Hof, en waarbij ik wel hoop dat we niet hier een klacht gaan behandelen. Nee, nou inderdaad, dat moeten we niet gaan doen. U haalt me de woorden uit de mond, want volgens mij is het de echte vraag die onder ligt, is een stukje noodzakelijk reparatiewerk in de regeling. Daar is volgens mij een zienswijze op ingediend wat meer een klacht is die nu dan behandeld wordt. Volgens mij is het een terechte klacht, hè, als je in de geest van de opmerking leest, maar volgens mij is onze vraag gewoon, kunnen we ruimtelijk ordeningstechnisch dit goedkeuren? Nou, daar kunnen we direct mee instemmen. En volgens mij is dit meer een klacht die bij een klachtencommissie thuis hoort. Oké. Wethouder. Ja, ondanks dat het een klacht is en er is anders thuis hoort, dan wil ik daar wel even een antwoord op geven. Maar het hoeft niet inhoudelijk. Want dan gaan we de klaar behandelen. Ik zal er echt van weg willen. Het is heel kort, voorzitter. Het probleem is opgelost. De man in kwestie heeft een appartement eronder gekocht. Dus het probleem is opgelost. En dat vindt u of dat vindt de man? Beide, want anders had hij niet gekocht. Oké, maar goed. Bovendien, er zijn regels die uw raad heeft vastgesteld en daar moeten wij ons aan houden. En als je voor één een uitzondering maakt, moet je voor iedereen een uitzondering maken. Oké. Volgens mij, ik heb wel de raad horen zeggen, in ieder geval een aantal mensen in de raad horen zeggen, dat je wel altijd met beleid moet kijken naar individuele situaties. Met verstand ook. Maar heb ik u allemaal verdere opmerkingen? Kan ik onmiddellijk naar de besluitvorming toe dan? Mag dat? Dan brengen we in stemming. Herziening bestemmingsplan, recreatieterrein en recreatiewoningen. Voorstel 1. In te stemmen met de nota van zienswijze en kennisgeving. 2. De eerste herziening bestemmingsplan, recreatieterrein en recreatiewoningen, gemeente Dalfsen en de geometrisch bepaalde planobjecten langs elektronische weg en een analoge vorm ongewijzigd vast te stellen. En 3. Geen exploitatieplan vast te stellen. Gaat u akkoord? Doet u dat allemaal? Met algemene stemmen? Is die aangenomen? Dank u wel. 12. Aanpassen inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het is al een keer eerder aan de orde geweest. Volgens mij zijn we al twee keer.
Voorstel. Rechtstreeks de raad in. Maar dat is een bepaalde vorm van rechtstreeks, zal ik maar zeggen. Namelijk voor de tweede keer. Waarbij hij voor de eerste keer in de commissie kwam. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Op voorhand heb ik twee vragen, of eigenlijk één vraag en een reactie op een vraag die beantwoord is ambtelijk. Eerst is een technische, en ik denk dat het klopt hoor, maar in het raadsvoorstel, daar wordt gesproken voor werk en een verhoging van 75.000 naar 150. En ik heb het aanbestedingsdocument gedownload van de website en daar staat 100.000. Ik denk dat het een slip of the pen is. Mocht dat niet zo zijn, dan wil ik graag weten waar het verschil vandaan komt. Volgens mij is het gewoon een vergissing. De tweede vraag is, je hebt een technische vraag gesteld waarom die drempel voor enkelvoudig onderhands niet gewoon het voorstel wat gemeentebelangen tijdens de vorige commissievergadering deed, waarom dat niet helemaal uitgewerkt is. En het antwoord op die vraag is eigenlijk helemaal in lijn met het antwoord wat we kregen op het controleprotocol blad 5 van de begroting. Die twee zitten natuurlijk ook heel erg dicht bij elkaar. Betekent dat nu eigenlijk dat u vindt dat we eerst dat controleprotocol nog moeten herbezien en dan hier nog iets van moeten vinden? Of vindt u dit de goede volgorde die we nu hebben? Eerst het aanbestedingsbeleid en daarna praten over het controleprotocol. Dank u wel. Andere. Mevrouw Hamerman. Dank u wel, voorzitter. Daar sluit ik even bij aan met betrekking tot het controleprotocol, want daar zit ook wel een beetje twijfels voor ons. Wij gaan wel voor efficiënt werken en we willen graag dat het zoveel mogelijk lokaal wordt aanbesteed. Maar er zit ook wel een zorg van hoe houden we controle erop dat er geen misbruik van gemaakt wordt. Dat we wel de juiste, kijk, het mag best iets duurder zijn als we het lokaal aanbesteden, maar er moet geen groot verschil zitten in wat het elders kost. Dus daar ben ik wel een beetje zoeken in van ja, in hoeverre gaan we die grenzen oprekken en in hoeverre hebben we daar nog grip op. Dank u wel. Anderen nog? Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik moet zeggen, ik worstel een beetje met het onderwerp, want de vorige keer, we hebben het in de commissie gehad en ook in de raad en vanuit de raad is het weer teruggenomen. We hebben hier toen aan de orde gehad dat er een wijziging werd gemaakt op het voorstel, waarbij er twee of drie offertes, even afhankelijk van het bedrag, zouden worden gevraagd. Dat was hier in dit voorstel ingevlochten. En dat is er nu helemaal weer uit. En in de laatste, ik heb de band er vanmiddag even op nagehoord en gekeken. Dat stuk is teruggenomen met de opmerkingen bij van nou, we moeten er eens even goed naar kijken. We moeten niet onvoorzichtig nu een besluit nemen, was ik het helemaal mee eens. En te snel een besluit nemen, dan moeten we nog even goed naar kijken hoe we dat nou precies handen en voeten geven. Nou, wat schetst dan mijn verbazing? Dan ligt het voorstel er eigenlijk weer in zijn oorspronkelijke vorm. Dus ik had een hele creatieve oplossing verwacht voor die behoefte die er in ieder geval bij ons was, maar bij meer, om eens te kijken wat je nou kan doen om te voorkomen dat er te makkelijk handjeklap wordt gepleegd. Nou, het stuk is teruggenomen met de gedachte van daar gaan we nog een oplossing voor vinden en er komt niks van terug. Dus eerlijk gezegd had ik zoiets van, nou ja, als dit het dan is, dan moet ik kennelijk tegenstemmen. Want er wordt niet gezocht en het wordt ook niet gevonden in ieder geval om iets aan die behoefte die wij hebben in ieder geval hebben geuit te doen. En die volgens mij ook wel wat breder gedragen werd toen. Dus ik wil mijn teleurstelling uitspreken over het feit dat het hier zo bijna ongewijzigd ligt. En dat er geen creatieve oplossing, ja, ik snap wel dat is soms lastig, maar dat die niet gevonden is. En dat daar dus geen inhoud aan gegeven is. En verder ga ik er ook maar niks meer over zeggen, want dat ligt er gewoon. En ik kan er verder ook niet zoveel mee. Oké, anderen nog? Wethouder. Ja, voorzitter. De eerste vraag van het gemeentebelangen. 75.000 en die 100.000, dat is inderdaad een slip of the pen. Het is 100.000. Dat voor de goede orde. Je hebt te maken hier, tenminste zoals ik de heer Hofvoort spreek met twee zaken. Je hebt het aan- en de drempelbedragen van het aanbestedingsbeleid en het zijn de interne procedures. Want waar meneer Hof over spreekt zijn onder andere interne procedures en dat is iets anders dan met name het maximale drempelbedrag. Dus intern en beleid. En we hebben het hier over beleid. Dan ga ik eerst even naar het CDA voor ik daar nader op inga.
CDA spreekt over van ja, als je zulke hoge drempelbedragen gaat invoeren, wekt dat misbruik niet in de hand. Hoe ga je daarmee bezig? Nou, ik kan u zeggen, de opdracht van uw raad is helder. Maar stel je voor, er is een opdracht hier te vergeven in het gemeentehuis en er is maar één bedrijf hier in de gemeente Dalfsen die dat zou kunnen. Dan zou je zeggen van joh, die schrijft en die gaat dus de hoofdprijs vragen. Kan, hè? Ik zeg niet dat het gebeurt. Wat wij wel intern gaan doen, er vindt altijd een stukje marktoriëntatie plaats. Van, er wordt bij verschillende geïnformeerd van dat werk, wat zou dat in de praktijk, zou het moeten gaan kosten? Dat wordt bij een aantal opgevraagd. Dan heb je een bepaalde referentie. Dus als dan de lokale partij een offerte inlevert, dan heb je in ieder geval een referentiepunt en dan kun je wat bespiegelen. Zo gaan we daar momenteel mee om. En wat dat betreft, daar hebben we ook goede ervaringen mee. Dan met name waar de Partij van Arbeid over spreekt, over haar teleurstelling. En met name meneer Hof daarin is vergelijkbaar. En dat kan ik ook begrijpen. Maar je hebt te maken met enkelvoudige onderhandse aanbesteding en meervoudige onderhandse aanbestedingen. Deze drempelbedragen die we willen verhogen, dat is ingegeven door de wettelijke wijzigingen die het mogelijk maken om dit te verhogen. Dit zijn maximumbedragen. En zou je bij spreken daar zeggen van ja, er zouden twee bedrijven, lokale bedrijven op in moeten schrijven, dan is het geen onderhoudse enkelvoudige aanbesteding meer. Dan spreek je over een meervoudige onderhandse aanbesteding. En dan moeten er meer partijen aan mee gaan doen. Er staat in de stukken die je hebt gekregen, dan moet je minimaal drie partijen uitnodigen, of dan moet je drie partijen uitnodigen, maar minimaal één lokaal bedrijf. Maar dat kunnen er ook twee lokale bedrijven zijn, als er twee lokale bedrijven zijn in de gemeente die hetzelfde gaan doen. Dus dat is het spagaat waar we bij mee zitten. We hebben het nu ook, onder oude is voor leverende diensten is tot 25.000 en tot werken is het tot 100.000 euro. Daar gaan we nu zo ook mee om en in de praktijk hebben we er geen problemen mee. Maar nogmaals, zouden we meer werk willen hier houden in lokaal, dan zijn er de mogelijkheden om die drempel op te werpen, dan gaan we dat doen. Maar nogmaals, zoals u hier inderdaad hebt aangegeven, om er zo mee door te gaan, dat kan in de praktijk gewoon belemmerd gaan werken. En daar moet je het meervoudig onderhands van maken. En dan zit je in een ander traject. En wat natuurlijk ook meespeelt is, je moet de zaken wel werkbaar houden en zorgen dat het niet foutgevoelig is. Je moet ook erom denken dat je de proportionaliteit niet voorbij schiet. En nogmaals, marktverkenning om bij spreken te voorkomen wat met name met mevrouw Ramen aangeeft, wordt al gedaan. Marktverkenning is het antwoord van de wethouder om aan te geven dat hij zich niet een te hoog of in ieder geval niet te dure toestanden laat. Ik probeer het netjes te zeggen, maar ik kom niet op de goede formulering. Zich een poot laten uittrekken, laat ik het zo zeggen. Zorgvuldig omgaan met het belastinggeld. Ik denk dat dat het uiteindelijk is. Maar ik vraag me af of dit voor iedereen voldoende is geweest. Meneer Hof, gemeentebelangen. Nou, het was inderdaad goed verwoord door meneer Wildvank. Ik was ook een klein beetje teleurgesteld dat hetzelfde voorstel eigenlijk terugkwam. En volgens mij is het een hele kleine moeite om het op een creatieve manier op te lossen. Omdat het huidige aanbestedingsreglement er al bijna in voldoet. U heeft al twee staffels voor meervoudig onderhands ingebouwd. Dus, de vraag die destijds gemeentebelang gesteld had door de heer Jutte, dat is volgens mij gewoon een kwestie van u had dat aan kunnen geven in het voorstel. Maar het biedt ook gewoon de mogelijkheid om het in het inkoophandboek als een criteria te vermelden. En dan kunt u eigenlijk ook een soort destijds genoemd werd van, joh, u geeft ook nu aan, er zijn wel marktverkenningsmethoden die je gewoon kan toepassen. Nou, leg dat dan even vast.
dan voldoen we volgens mij aan de ene kant aan de vraag, we willen zo zorgvuldig mogelijk lokaal aanbieden. En aan de andere kant willen we ook een faire prijsvorming. Het mag wel een klein beetje duurder zijn, maar het moet in ieder geval in relatie tot de marktverkenning zijn. Nou, volgens mij kunt u met een hele kleine aanpassing, daar heb ik ook een amendement op voorbereid, kunt u dat volgens mij op een creatieve manier oplossen. Ik hoop dat dat in dezelfde geest is wat meneer Wildfrank bedoelt. En ja, ook het beleid wat ik van de website gedownload heb, hoeft daar maar op geringe punten op aangepast te worden. Mag ik het amendement gewoon zien, meneer Hof? U maakt ons nieuwsgierig. Overeenkomstig artikel 38, aanvulling van de besluitregels als volgt. 4. Het inkoophandboek, als genoemd in artikel 5.6, stap 3, te voorzien van een interne richtlijn met de volgende strekking. Voorlevering en diensten onder de 10.000 en werken onder de 50.000 kan zonder interne verantwoording met één offerte worden volstaan om enkelvoudig onderhands te kunnen. Aanbesteding op regie zal bij voorkeur op basis van vooraf vastgestelde eenheidsprijzen geschieden. 4. Tweede bullet. Voor leveringen en diensten tussen de 10 en 50.000 en voor werken tussen de 50 en 150.000 worden bij voorkeur bij lokale bedrijven tenminste twee prijsindicaties lokaal aangevraagd om enkelvoudig onderhands te kunnen gunnen. Afwijking naar aanvragen van één prijsopgave of zelfs aanbesteding op regie dient in het dossier verantwoord te zijn middels een eenvoudige checklist en paraat van de betreffende afdelingshoofd. Bij aanbesteding op regie dienen eenheidsprijzen vooraf vastgesteld te zijn. 5. Artikel 5.6 stap 3 van de nota zodanig aan te passen dat de inkoopcriteria vastgelegd in het inkoophandboek leidend zijn ten opzichte van de juridische drempelbedragen, tenzij uit voorafgaande product- en marktanalyses aantoonbaar gemaakt is dat genoemde richtlijnen niet passend zijn. De in dit artikel genoemde criteria met betrekking tot passendheid aan te houden en uit te breiden met criterium dwingende spoed. Toelichting. De drie besluitregels hoeven niet te worden gewijzigd. Het is belangrijk om te benadrukken dat enkelvoudig onderhands aanbesteden geen verplichting is, maar een keuze kan worden aanbesteed. Het drempelbedrag voor levering en diensten waarbij enkelvoudig onderhands kan worden aanbesteed, vast te stellen op 50.000. En het drempelbedrag voor werken waarbij enkelvoudig onderhands kan worden aanbesteed, vast te stellen op 150.000. De definitie regionaal vast te stellen als een leverancier, hoofdvesting of nevenvesting binnen een straal van 25 kilometer rondom het gemeentehuis van de gemeente Dalfsen. De strekking van het amendement is dat we de juridische ruimte vastleggen om enkelvoudige onderhands aan te besteden, maar dat we in de inkoophandboek een interne richtlijn vastleggen waar strakke afwegingsregels in staan. En afwijken hiervan met een checklist en paraaf afdelingshoofd verantwoord in het dossier vermeld was. De indiener, de heer Hof, dat doet u alleen vooralsnog? Ja? U heeft, dat is op dit moment nog. Ik kijk even de heer Rooijakkers aan. Die had mij al een berichtje. Ik denk dat je hun even de gelegenheid moet geven om erover na te denken. Dus niet te snel aankijken. Wethouder, u kent dit amendement al. U bent erop voorbereid. U kunt er iets over zeggen. Ik heb er inmiddels kennis van genomen. Nogmaals, zoals ik in het begin al zei, van dit is met name een stukje inhoud. Dus hoe gaan we dus dat daar intern mee om? Wat voor ons ligt, is met name of de Raad instemt met het verhogen van de drempelbedragen. Mag ik daar even op reageren, voorzitter? Want de vraag die voor ligt is wel degelijk dat u vraagt om dit beleid aan te passen. En ja, waar dit uit voortvloeit is de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 als volgt te wijzigen. En een van de kleinere onderwerpjes daarin is die drempelbedragen. Maar het hele artikel waar die drempelbedragen in staan, daar vraag ik eigenlijk ook nog een stukje extra tekst in aan te passen. Ik zal ook een beetje te puzzelen wat het nu eigenlijk is, hè? Want de besluitregels als zodanig houdt u in stand. Maar, u brengt een wijziging aan in de notitie die onder de besluitregels ligt. Klopt, exact. Want daardoor is het een beetje onsamenhangend geworden. Nou ja, dat gebeurt vaker. Want volgens mij, als de Raad dit zou besluiten, moet het college dat nog doen. Hè? Want het college moet het besluiten alsnog nemen. Want uiteindelijk treedt u in een bevoegdheid van het college, volgens mij. Maar goed, dat is op te lossen. Dat is op te lossen. Als het college daarmee akkoord gaat, dan gaat ze daarmee akkoord. Dus dat is verder geen probleem. Wethouder, nog een keer.
Nou, in die zin, wat er ook nog bij spreken als oplossing kan aanbieden, is dat we de huidige drempelbedragen in stand houden. En dat komt wel tegemoet bij spreken, zoals ik de fracties hoor, hoe ze er naar kijken. Dat vraag ik me af, want volgens mij gaat het nu niet om de drempelbedragen, maar het gaat om als zodanig. Maar het gaat om de zorgvuldigheid waarmee binnen de ruimte die de drempelbedragen laten, besluiten worden genomen. Daar gaat het om. En het gaat nu niet over de... Ik stel eigenlijk voor dat we even 3 minuten schorsen. Vindt u dat goed? Allemaal? Vindt u dat allemaal goed? 3 minuten schorsen, kunt u ook even nadenken. Anderen kunnen nadenken, want ik begrijp dat het voor u allemaal nieuw is. U kent de notitie al, de amendement al. Oké. Okay. Wethouder, even 3 minuten schorsen. Stel ik voor, inderdaad. Ja, nou, 3 minuten en ook niet langer. En we lopen weer. Dat was hem. Agenda punt 12. Die hadden we van de agenda gehaald. En dan gaan we naar 14 vaststellen besluitenlijsten 14 september en 28 september. Mag ik dat doen? Mag ik die vaststellen? Dus dan ga ik naar agenda punt 15, ingekomen stukken en mededelingen. Daar zitten ook vertrouwelijke tussen, als ik het goed heb. Als u daarover wilt praten, dan moeten we de vergadering omzetten in een vertrouwelijke vergadering. Dus het is maar dat u dat even weet. Meneer Rooijakkers. Dan kan dat nu niet. Nou, dan doe ik dat na de vergadering wel. Nee, ik kan ook niet na de vergadering. Dan moet dat in een besloten gedeelte van de vergadering. Oké. Okay. Ik weet niet of er nog andere vragen zijn over vertrouwelijke stukken. Dan kunnen we die bij elkaar nemen. Oh, daar maak je maar geen zorgen. Daar zorg ik voor. Anderen nog, naar aanleiding van andere stukken. Mevrouw Lasje. Ja, dank u voorzitter. Ik heb een vraag over de wijze, over de mededeling die gaat over wijziging collectieve zorgverzekering voor minima 2016. Het is een heel mooi stuk en er staat in dat er volgend jaar weer een nieuw het armoedebeleid wordt geëvalueerd. En ik zou wel graag, want het schijnt tijdtechnisch wat lastig te zijn, maar ik zou toch wel graag de wethouder willen vragen om dit stuk dan wel mee te nemen. In dat nieuw, die evaluatie van het armoedebeleid. Wethouder? Nee, voor de hand liggend, dat willen we ook, dat gaan we zo, dat doen we sowieso. Dat is integrale afweging maken we en daar hoort dit stuk ook bij. Oké, toezegging. Nou, ik heb een drietal vragen, maar ik zal onszelf een plezier doen. Ik zal ze schriftelijk aan de wethouder stellen. Dat doet u inderdaad ons allen een plezier mee, denk ik. Andere nog, drietal vragen gaan naar de wethouder toe. Welke wethouder trouwens? Ik ben bang dat ze alle drie voor de heer Van Martels zijn. Wethouder Van Martels. Uitstekend. Ik snap alleen waarom u zegt, bent u bang voor? Ja, dat is maar een bewijs van spreken. Ze zijn gelukkig voor u. Fijn. Andere nog? Als het handig is dat ik die vraag ook schriftelijk stel over dat vertrouwelijke stuk, dan ja, wil ik dat wel doen. Wij zouden dat erg fijn vinden. Dan doe ik dat graag. Ja, dat is prima. Ja. Meneer Nijkamp. We hebben kennis genomen van ingekomen stuk nummer 5, ministerie van Veiligheid en Justitie over de crisisnoodopvang. Er staat bij voor kennisgeving aannemen. Dat klinkt vaak van... We leggen hem haast op het bureau en misschien wel ergens op een stapel. Ik weet niet of dat daadwerkelijk zo is, want het college zal er ongetwijfeld verstandig mee omgaan. Maar wij overwegen wel om bij de algemene beschouwing en de behandeling van de begroting op dit onderwerp, of daaraan gelieerd, wel terug te komen. Ja. Misschien goed op dit punt om u aan te geven, u heeft hier een motie ingediend. Nee, wat was het, een motie? Een oproep. Het was een brief, een oproep. En wij voeren die op dit moment uit. En we komen daarop terug. En uw brief is daarbij leidend, niet die van de staatssecretaris. En zo moet u ook ter kennisgeving aangenomen lezen. Anderen nog? Nee? Ga ik naar... Is het zover? Dames en heren, ik maakte die opmerking... Ik zei dat bij de afsluiting van de Westerveldweg. Maar dit was een hele zware agenda inhoudelijk. Er stonden een aantal dossiers op die al lang lopen. Er stonden een aantal onderwerpen op die denk ik voor heel veel mensen heel ingrijpend zijn. Waarbij zo'n onderwerp als de Westerveldweg natuurlijk zeg maar, geconcentreerd is op een bepaald gebied. Maar zo'n onderwerp als mantelzorg is een onderwerp velen van ons raakt. Zowel binnen als buiten deze zaal. Ik wil u echt bedanken voor de wijze waarop u mij geholpen heeft om leiding te geven aan deze vergadering. En daarmee sluit ik hem af.